De vraag is dan welke straf moet volgen. 28 jaar met aftrek van het voorarrest. Levenslange gevangenisstraf. Vrij vanwege de afwezigheid van alle schuld. Wij willen helemaal niet te boek staan als de zwaarst straffende rechter in Europa. Wat vindt u van die eisen? Ja, dat is niet genoeg natuurlijk. Ik ben hiervoor helemaal voor niets gekomen, zeg maar. Ben ik schuldig of ben ik onschuldig? Kleine misdaden worden voortaan niet langer bestraft door de rechter, maar door de officier van justitie. Wat? Vijfde in een serie over de toekomst van opsporing en vervolging. En we gaan het vanavond hebben over straffen. Mijn naam is Peter van der Geer, ik ben de gespreksleider. Vooral om u de gelegenheid te geven. Voor mij hebben we zo'n jong publiek nog nooit gehad. Bent u wel eens in aanraking gekomen met strafrecht? Oh, er zijn er toch een aantal. Dat is heel goed. We hebben een rechter vanavond, Pieter van Riemsdijk. Welkom. We hebben een advocaat-generaal, een officier bij het gerechtshof, Maarten Hemelaar. We hebben Gerdien Dankers, officier van justitie. En we hebben Joren Veldheer, advocaat. En we hebben u, want u bent de maatschappij en dat is ook heel belangrijk. We hebben ook nog de politie, die zit wat verder weg. Dus we kunnen met elkaar wel een discussie voeren over, ja, wat is nou eigenlijk de toekomst van het strafrecht? En nou was de titel vanavond, ja, kan het niet sneller, kan het niet strenger? En moet het eigenlijk misschien niet heel anders? Misschien nog even een kleine... Ja, kom binnen. Dan kun je net mee. Ja. Ga maar een beetje hier zitten. Dan houden we het een beetje binnen de kring. Ook allemaal student? Nee. Och, goed. Hier is al een plekje. Als je wil. Ja. Oké. Okay. Ik was net aan het vertellen dat de titel vanavond is strenger, sneller, strenger of anders. En toch even om een beetje een idee te krijgen van wat zich hier zo al bevindt. Wie is hier van de categorie die zegt, alsjeblieft sneller? Dat is toch wel het belangrijkste waarvoor ik ben gekomen. De politie zegt, oh, allemaal sneller, sneller, sneller. Goed, daar moeten dus veel ideeën voor komen. Wie zegt, nou, dat is allemaal leuk en aardig. Wat echt werkt is gewoon strenger. U bent een van de weinigen. Ja, goeiedag. Het academisch kwartiertje is aangebroken. Dat zijn de backbenchers. Ja, daar ben je nog net te vroeg voor. Er zijn de mensen die zeggen, ik ben gekomen omdat ik een heel ander idee heb over het strafrecht dan we tot nu toe eigenlijk hebben. Dus ik zie drie keer dezelfde vinger en jij hebt ook een idee. Oké, heel goed. Er is vandaag ook een microfoon beschikbaar voor heel veel interactie. Maar het leek ons wel goed om de avond in tweeën te verdelen. Laten we eens pakken een bijzondere casus, of misschien niet zo'n bijzondere casus. En is langsgaan waar nou eigenlijk het strafrecht op dit moment mee te maken heeft. En dan doen we dat aan de hand van de advocaat-generaal. En daarna, dat is dan zeg maar de andere twee derde van de avond, gaan we het echt hebben over de toekomst van het strafrecht. Of het inderdaad sneller kan, strenger moet, of misschien wel heel anders. Maar ik begin met Maarten Hemelaar. Maarten, ga maar staan aan de balie. Een bijzondere plek voor de officier eigenlijk, aan de balie. Je bent gewend, ja. Vertel heel kort iets over jezelf en leid ons even in. Ja. Oké, ja, advocaat-generaal, officier van justitie in hoger beroep. Al 25 jaar lang werkzaam inmiddels bij het Openbaar Ministerie. Eigenlijk betrekkelijk snel naar rechtenstudie en nooit meer weggegaan. Het is gewoon een leuk vak, kan het iedereen aanraden. Onderwerpen sneller, strenger of anders straffen. Het eerste woord is sneller en over straffen valt heel veel te zeggen. Dat gaan we vandaag ook doen. En ik werd erg getriggerd door sneller in februari van dit jaar bij een arrest van het Hof in Den Bosch. En dat was een zaak die door het Hof zelf de gruwelmoord werd genoemd. Een gruwelmoord in Zeeland. En dat was ook echt een gruwelmoord. Het was een oudere man, pasje gestolen, zijn pincode moest worden afgenomen. De man werd over de grond gesleept, in de kofferbak gegooid, werd een stuk van zijn oor afgesneden, zijn pink gebroken. En uiteindelijk werd hij met 17 messteken om het leven gebracht. Nou, de rechtbank had hem 25 jaar gevangenisstraf opgelegd, een gruwelmoord. En omdat de verdediging heel veel onderzoekswensen had, duurde het in hoger beroep nogal lang, 3 jaar. Dus uiteindelijk duurde het 5 jaar na het plegen van het feit voordat het hof arrest wees. En het hof zei, ja, het heeft zo lang geduurd, dan krijg je strafkorting. Dus in plaats van 25 jaar werd het 24 jaar. En dat was het moment waar ik dacht, van ja, dit kan ik eigenlijk niet meer uitleggen. We vinden dat als professionals normaal dat er korting is als het te lang duurt. Maar ik dacht, ik kan dit de nabestaanden niet uitleggen. Waarom iemand een jaar korting krijgt omdat hij zo lang moet wachten.
Dat moet dus echt anders. Dat moet zeker sneller. En daar nog twee stoelen. Ja. En hier is er ook nog eentje. Hoort u daarbij? Oh, dan moet u toch hier gaan zitten. Ja, prima. Nee, prima. En in deze zaak plekken gevuld. Ja. Was dat bijzonder, ja. Omdat die man gewoon al die tijd heeft vastgezeten in voorlopig rechtenis. Het vraagt natuurlijk ook, als zaken zo lang duren, naar de effectiviteit van straffen. Hè? Er zijn heel veel kleine zaken waarin mensen vrij rondlopen. En als het dan 5 jaar duurt voordat iemand 2 maanden gevangenisstraf uit moet gaan zitten, wat is dan de effectiviteit? Nou, mij is gevraagd om een korte casus te schetsen waar we het vanavond over kunnen gaan hebben. En toen dacht ik van ja, dat is nog best ingewikkeld. En ik heb er een beetje bewust van afgezien om een casus te nemen die veel emotie raakt. Dat klinkt een beetje gek, maar kort geleden bij het Hof den Bosch hebben we de zaak Nicole van der Hurk gehad. En dan is het heel makkelijk om discussie te voeren. Ik heb dat wel vaker gedaan met groepen mensen. En dan gaat het vaak in dat soort zaken van hoog naar nog hoger en nog strenger. Terwijl ik denk dat er andere elementen in het strafproces van belang zijn. Nou, daarom heb ik een casus genomen, dat is witwassen, ondermijning. Dat is misschien minder spannend. Hoewel het toch wel een bijzondere zaak was. Maar alle elementen die in het strafproces van belang zijn, en voor de toekomst ook, snelheid, strenger, hoogte, effectiviteit. Nou, daar gaan we denk ik vanzelf over praten. Oké, en je bouwt hem op in een aantal stapjes, yes. Zodat wij ook om een oordeel worden gevraagd. Ja, ja. Dus ik geef het. Ik zal het voorlopig kort schetsen. Aan het eind, voor degenen die geïnteresseerd zijn, zal ik ook de vindplaats noemen. Want het is terug te vinden op rechtspaak.nl. Dan kan het arrest van het Hof Amsterdam gelezen worden. Nou, wat was er in die zaak aan de hand? Het gaat om witwassen. Ik pak het er even bij, omdat ik af en toe de data wel goed wil noemen. In november 2019 kwam er een motmelding, zoals dat heet. En dat was een telecommunicatiebedrijf. En al gedurende 6 jaar waren daar ongebruikelijke transacties. Er ging namelijk heel veel cashgeld door het bedrijf heen. En het vermoeden was dat er 21 miljoen aan contant geld door dat bedrijf heen ging. En de vraag was natuurlijk, is dat normaal? Waar komt dat vandaan? Er was een vermoeden van witwassen. Er is een onderzoek gestart en net op de dag van de start van het onderzoek kwam er informatie uit een ander onderzoek, een drugsonderzoek, heroïnehandel vanuit Engeland, dat er een koerier onderweg was met geld naar dat bedrijf. Nou, dat was heel mooi. Dus in november 2009, 17 november 2009 om precies te zijn, werd gezien dat daar iemand met een schoenendoos kwam, letterlijk, om geld te brengen. En hij ging terug, weer met een schoenendoos met geld, werd toen aangehouden en er zat 100.000 euro aan contant in. Nou, dat onderzoek liep door, dus er zijn wat telefoontaps gaan aansluiten. Wel besloten om snel in te stappen. Januari 2010 hebben we een instap gedaan in het bedrijf. En daar vonden we ruim 9 ton aan contant in het bedrijf. Het bijzondere was, er lag 200.000 euro contant in de kluis. En er lag ongeveer 700.000 euro in een doos in een berghok. En het grappige was, in verband met de veiligheid had het bedrijf zelf een camera aangebracht. Dus wij konden, die deelden alles bewaard, dus die konden allemaal netjes uitkijken. Dus we konden precies zien dat er heel vaak mensen kwamen met tassen met geld. En dat ging dan door telmachines en dat werd dan gewisseld in andere coupures. En dan gingen mensen weer naar buiten. Nou, januari 2010, en toen zijn er 6 mensen aangehouden. Dat heette data. Eigenlijk een ronde zaak, hè. Dan zijn we klaar. Ja, toch? En wat is nu de vraag? Nou ja, de vraag is even van hoe... Als we praten over de snelheid van zo'n zaak, wat is een inschatting van de tijd die het vervolgens duurt voordat we op zitting staan? Ja, hoe lang mag dat eigenlijk duren? Hoe lang mag dat nou duren? Ja, die mensen die willen gewoon, die zijn opgepakt. Januari 2010, die willen graag snel weten wat een straf is. Wat een... 6 verdachten. Ja. Ja. Oh ja, nee, maar de vraag is niet hoe lang zou het kunnen duren. Hoe lang mag het duren wat u betreft? Ik zou zeggen 3 maanden. Drie maanden. Ja. Is tenslotte, je bedoel, zoveel ton in contanten in een doos in een berghok. Hoe vaak maak je dat mee? Hoe vaak maak je wat zeggen jullie als je dit zo hoort? Ik zou het oprecht niet weten. Je hebt geen flauw idee. Waar moet je eigenlijk wat zijn referenties? Precies. Ik weet niet wat er allemaal onderzocht moet worden. Hoeveel mensen daarvoor nodig zijn. Er komt vast meer bij kijken dan ik kan verdienen. Moet wel veel onderzocht worden. Het is toch gewoon klip en klaar. Camerabeeld. Ja, dat kan je bij iedere casus zeggen, denk ik. Maar er zullen vast wel ergens alletjes onder het gras zijn. Of I don't know. Ik weet het niet. Ik heb er te weinig ervaring mee. En dat vind je belangrijk omdat. We mogen niks over het hoofd zien. Dat lijkt me heel belangrijk inderdaad, als iemand gaat straffen. Ja. Oké, okay. Zijn er mensen die zeggen, nou... 2 jaar. 2 jaar? 2 jaar? Nee. Dat weet ik niet hoor, misschien 2-3 jaar. En waarom denk je dat? Ik heb geen flauw idee hoe ingewikkeld het is om tot op de bodem te komen van dit soort dingen, maar... Oh, we moeten echt tot de bodem gaan voordat dit voort mag. Ja, absoluut. Jawel. U mag niet zomaar even... 6 maanden. 6 maanden? Ja, maximaal. Maximaal. Want onze
processen zijn efficiënt ingericht en eigenlijk... Vanuit mijn optimisme zeg ik 6 maanden, ja. Dat is wat ik hoop. En dat zou je ook een goed gevoel geven als belastingbetaler, want je bent toch een beetje de dupe hiervan. Ja, toch? Ja. Oké. Zou die mensen zeggen, nou, we gaan nog veel korter, kan veel korter. 1 maand, 2 maand. Zegt u? De jongens zitten vast. Ja. Ja, nee, die jongens die zijn... Dat die moet zijn... een halfjaartje wel lukken, ja. Een halfjaartje wel lukken. Ja. Anders wordt het, dreigt het een lange baan te worden, denk ik. Vrees ik. En wat zou het belang zijn om het ook binnen een half jaar te doen? Omdat het sowieso belangrijk is om snel een uitspraak te hebben. Voor ons rechtsgevoel? Ja, en voor efficiënt straffen. Anders hoeft het allemaal eigenlijk niet meer. Als je 9 jaar later ben je dan nog aan... Dan zijn de kosten groter dan de baten misschien, bij wijze van spreken. Ja, dan is er wel erg veel water onder de brug al geweest. Ja. En dan, Of u even voort wil maken. Ja, nee. Ja, ik voel... goede opmerking. Echt, maar er wordt heel verschillend gereageerd. Er wordt heel verschillend gereageerd. Kun je dat een beetje plaatsen? Ik kan dat heel goed plaatsen. Waar je tegenaan loopt in zo'n onderzoek zijn alternatieve verklaringen en rechten van verdachten. Nou zeg ik het een beetje plat. Wij gaan dat onderzoek doen. Nou, het lijkt een zaak. 7 ton in contanten in een doos in een berghok. Dat stinkt, hè? Het eerste wat die jongens natuurlijk doen is alle 6 op hun zwijgrecht beroepen. Dus de vraag is natuurlijk allereerst van wie is die doos? Er lag ook nog 2 ton in de kluis. Dat is natuurlijk een bedrijfsadministratie. Want het grappige was, in dit bedrijf ging ook legaal contant geld op. He, dus dat is het kenmerk van witwassen eigenlijk. Maar goed, ik zal het niet te technisch maken. Maar je hebt vaak een legale contante omzet. En dan voeg je wat extra omzet bij om het wit te wassen. Nou, dus die bedrijfsadministratie die klopte niet helemaal met wat er was aangetroffen. Er werd ook een computerbestand aangetroffen. En dat was een alternatieve administratie. En het grappige was, die spoorde precies met bijvoorbeeld die geldcourier die in november langs was geweest met die 100.000 euro. Want die stond precies op dat sticky in die digitale administratie. Niet in de bedrijfsadministratie. Nou, wat er natuurlijk vervolgens gebeurt is, men zit in voorlopige hechtenis, zwijgrecht. Dus ze zeggen niks. Dus wij moeten het maar uitzoeken. Dus nou, we hebben dan even vraag. Zijn er mensen die zeggen het zwijgrecht, dat mag er eens ter sprake komen hier in dit soort gevallen? Maar dat valt mee. Ja, nee, gelukkig. Dat zou ik toch ook niet ter discussie willen stellen. Gelukkig maar, zegt de advocaat, ja. Want? Ja, ik bedoel. Iedere verdachte heeft sowieso natuurlijk het recht om te zwijgen. En zeker in zo'n omvangrijk onderzoek, 6 verdachten... Is nog maar de vraag welke herkomst het heeft en wie welke rol heeft vooral. En ik denk zeker in grote onderzoeken kan je de omvang ook nog niet overzien. Ik zal ook zeker niet aan zwijgrechten tornen, maar hou hem vast. Want we gaan nog wel de discussie voeren wat de consequentie daarvan moet zijn uiteindelijk. Okay. Want dan wordt die pas interessant, denk ik. Nou, ja, dus 3 maanden zwijgrecht. En volgens na 3 maanden, als het proces verbaal is opgesteld, hè, waaruit blijkt dat het allemaal niet deugt, en dat er, dan komen opeens alternatieve verklaringen. Dus toen kwam er opeens iemand uit België die zei, ja, maar die 2 ton, die is van mij. Want ik had namelijk met het bedrijf afgesproken dat ik 400 iPhones zou kopen, aan 500 euro per stuk, is 2 ton. Dus ik wil graag mijn geld terug. Het is gewoon mijn geld en jullie hebben dat in beslag genomen. Nou, dan moet je dat uit gaan zoeken. Maar ja, meneer zit in België. Dus dan wordt het een rechtshulpverzoek. En dan duurt het even dat het wordt uitgevoerd. En toen bleek hij ook niet vindbaar, want hij wilde helemaal niet gehoord worden. En uiteindelijk is hij in Duitsland aangehouden. Maar het grappige is, het is een recht van de verdediging om deze man te ondervragen. Dus hij werd als getuige opgegeven, samen met een aantal anderen, die de legale herkomst van het geld moesten aantonen. Allemaal in het buitenland. Dus dat ging even duren. Dus dat duurde zo lang dat op een gegeven moment waren de 6 maanden voorbij. En toen zei de rechtbank, ja, het onderzoek duurt nu zo lang, we gaan de voorlopige hechtenis schorsen. Dus toen zijn ze op vrije voeten gesteld. Ja. En teleurstelling, hè, nu, hè? Ja, dat is een teleurstelling. Je denkt dat je een ronde zaak hebt, veel contant geld dat je aantreft, en opeens zijn de verdachten weg. En waarom is dat een teleurstelling? Omdat ik dan ook weet wat er gebeurt. Dan gaat het opeens 2 jaar duren. Dus de inschatting 2 jaar. Uiteindelijk stond de zaak in maart 2012 op zitting bij de rechtbank. Dus dat was 2 jaar na de aanhouding. En op het moment dat de voorlopige hechtenis is opgegeven, is de druk eraf. Er zitten geen termijnen meer aan. Dus er moet een getuige gehoord worden bij de rechtercommissaris. Dat duurt een paar maanden. Nou, dan is hij ziek of hij kan niet. Nou, dan wordt het weer 3-4 maanden uitgesteld. Nog wat getuigen. Dus uiteindelijk had de rechtbank vonnis gewezen in maart 2012. En dat allemaal om de rechten van de verdachte te waarborgen. Hè? Uiteraard. Oh, dat was uiteraard. Fantastisch. Ja, dus ik zou sowieso niet te veel aan de rechten van de verdachte willen tornen. Dat denken veel mensen bij het OM, maar dat wil ik echt absoluut niet. De vraag is wel, als dit de proceshouding is,
wat moet de consequentie zijn uiteindelijk in de strafmaat? Dat is de volgende vraag. Dat is de volgende vraag, want nu zijn we 2 jaar verder. De mensen zijn inmiddels 1,5 jaar op vrije voeten. Ja, hebben inmiddels, ik heb wel meegemaakt dat ze in die tussentijd een kind hebben gekregen. Dan staan ze op zitting, ik moet toch voor mijn kleine zorgen. Maar goed, na twee jaar op zitting, witwassen, ongeveer 1 miljoen euro werd bewezen verklaard. Het contante geld dat werd aangetroffen. En natuurlijk ook lidmaatschap van de criminele organisatie. Want dat was feit 2. Er waren ook nog wat technische banken. Een handel in strijd zonder vergunning van de bank. Maar dat vergeten we even. Witwassen van tegen 1 miljoen. Criminele organisatie. Ja. Nou, dat is natuurlijk een vraag. Wat voor straf moet dat eigenlijk opleveren? Ja, er waren een paar mensen die zeiden strenge straffen. Daar ben ik wel van vanavond. Zat hier iemand? Die was er. Ja, dat was u. Nou, doet u maar eens een suggestie. Ja, gewoon wat uw gevoel weer geeft. Dat... Hoeveel? 2 ton? 1 miljoen. Er was ruwweg een miljoen contant aangetroffen. Dus, en het vermoeden was dat het van criminaliteit afkomstig was. Maar we hebben nooit kunnen bewijzen wat voor criminaliteit. 2-3 jaar. Gevangenis. 2-3 jaar, klinkt goed. Wat vindt u, buurvrouw? Ja, ik ben meer van ander straffen. Dus ik zou zeggen, laat deze mensen maar eens gaan helpen bij een drugsverslaafde of iets dergelijks. Oh ja. Oké. Okay. Ja. Nou, hou die gedachte ook vast. Ja. 5 jaar? 5 jaar helpen. Nee. Oké. Okay. Ja, precies. Maar confronteren met de gevolgen van hun werk. Hebt u een idee? Nee. Nee. Maar er moet wel iets moet wel gestraft worden, of... Ja, dat wel. Ja, precies. Afpakken. Dat op zijn minst. Ja, dat geldt misschien wel de ergste straf. Nou, dat geld waren ze kwijt. Dat is wel het voordeel. Maar dat werd ook voornamelijk veroorzaakt omdat ze allemaal zeiden, het is niet voor mij. Nou ja, dat is makkelijk. Dat is makkelijk. Nou, hoor het zelf. Ja, ik ga eens even achterin. Hebben jullie nog suggesties? Ja, ik zou ook denken een aantal jaren gevangenis. Een aantal jaren? Ik zeg 4. 4? Ja. Ja. Die worden van groot. Er zijn mensen die zeggen, ik heb een heel concrete referentie. Ik weet precies wat dit moet zijn. Nee, we moeten een beetje gokken. 12 jaar maanden. 12 jaar. Ja, we weten het eigenlijk niet. Dat is wel interessant dit. Wat we eigenlijk... Ja. Met de doos rondreden of waren het kopstukken erboven? Goeie vraag. Er zat differentiatie in de 6 verdachten. Dus we hadden de 2 of 3 die inderdaad alleen maar een beetje rondreden met het geld. Ja. De 2 hoofdverdachten waren eigenaar van het telecommunicatiebedrijf. En kwamen ook heel de tijd over de tap. Dat iemand zei, we komen weer zoveel brengen. En dan... Dus het waren zeg maar de eigenaar die het echt faciliteerden. Die het echt mogelijk maakten. Zeggen dat er een verschil zou moeten zijn tussen de couriers, om het even zo te noemen, en de verantwoordelijken. Zeker, er was verschil tussen. Ja. 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 Maar ook een goed idee lijkt als ze gewoon meteen weer vast komen te zitten. Wel of geen goed idee? Direct vast? Nee, gewoon al meteen vast gaan zitten. Hè? Ze worden veroordeeld tot gevangenisstraf. Dan gewoon... Bij vonnis. Ja, ja. Oké, helder. Ja. Nou, zoals... misschien... Het vak kennen, maar iemand is natuurlijk onschuldig tot hij onherroepelijk veroordeeld wordt. Hij heeft natuurlijk recht op hoge beroep. Hè? Dus, Op zich verhoudt zich dat niet helemaal met het systeem om dan bij vonnis vast te zetten. Ja, waarom vindt u dat zo belangrijk? Nou, we hebben het over effectief straffen. Ja. Dus dan, ze zijn al een tijd los. Als het dan nog een hele tijd duurt voordat ze worden uitgenodigd, stelt wordt wel meteen onherroepelijk. Hè? Of na 14 dagen. En het duurt dan nog een hele tijd voordat ze een uitnodiging krijgen om te gaan zitten. Ja. Dan denk ik, ga dan ook direct zodra het onherroepelijk is meteen zitten. Nee. Goed. Wat was de uitspraak? Ja. Over straffen valt veel te zeggen, maar er valt ook veel over terug te vinden. Dus voor iedereen die daarin geïnteresseerd is, het OM heeft richtlijnen. Die zijn terug te lezen op om.nl. En rechters werken niet met richtlijnen, omdat die nu eenmaal individueel... Ja, ik zie een rechter knikken. Dat richtlijn is een... Maar er zijn wel oriëntatiepunten. Dus dat zijn een soort punten die aan zaken gehangen kunnen worden. Dan kom je tot een soort straf. Dat zijn de LOVS-oriëntatiepunten. Die zijn terug te vinden op rechtspraak.nl. Okay. Dan kun je voor inbraken, voor overvallen, voor drugshandel, voor witwassen. Nou. Witwassen, de LOVS-oriëntatiepunten geven aan bij 1 miljoen... 24 maanden gevangenisstraf, 2 jaar. Dat was ook het uitgangspunt in deze zaak. En de rechtbank heeft 20 maanden opgelegd, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. En dat was nogal bijzonder, omdat iemand dan effectief 16 maanden gevangenisstraf uit moet zitten.
Hij was na 6 maanden geschorst, dus hij moest nog 10 maanden terug. Dus 20 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk. Dat was het vonnis van de rechtbank. En toen ging hij in hoger beroep. En ik wil niet zeggen dat het toen pas echt fout ging. Maar toen heeft het nog wel even geduurd. Toen kwam de zaak bij mij in behandeling. Maar niet alleen bij mij, ook bij het gerechtshof. Het vonnis van de rechtbank was van 12 maart 2012. Het arrest van het gerechtshof was van december 2017. Dus dat was 5 jaar later. Ja, ik zie hier iemand al lachen. Je kan wel zeggen dat het in hoge beroepen helemaal los is gegaan. Dus er waren enorm veel getuigenverzoeken. Allereerst moesten natuurlijk alle verdachten in elkaars zaken gehoord worden, want ze konden als medeverdachte natuurlijk alles verklaren. Maar er zat natuurlijk een getuige in Portugal die daar gehoord moest worden. Er zat een getuige in Turkije. Een van de verdachten die woonde in Pakistan, wat het al heel ingewikkeld maakt om alleen al een oproep te sturen. Je moet erover nadenken. Hè? Als je dat naar Pakistan stuurt en ze zien daar iemand wordt verdacht van witwassen, gaan ze misschien achter hem aan voor het geld. En hij kan daar ook draconische straffen krijgen. Hè? Maar het zijn allemaal wel factoren die vertraging in de hand werken. Er bestaat het recht om die getuigen te horen. Maar het duurt even lang. Zit daar nou een punt van discussie wat jou betreft? Ik zeg, jongen, zeg. Ja. 5 jaar lang. Ik zal straks even vertellen hoe het dan bij het hof eindigt. Natuurlijk is dit veel te lang. Dus we moeten echt nadenken over snelle straffen. En we moeten ook nadenken over andere straffen. Over een ander strafproces. Oké, dus dit is wat jou betreft niet tolerabel. Ik zeg, nee, dit. Nee. Alleen, ik moet eraan toevoegen. En dat is gewoon mijn werk. Het is helaas geen uitzondering. Zeker in hoger beroep bij het gerechtshof willen zaken nogal eens lang duren. En dan heb je nog de mogelijkheid van cassatie. Dus we zien veel zaken die gewoon 7-8 jaar duren. Of zijn er landen in deze wereld, maar zeggen 5 jaar is nog snel? Ja, nee, internationaal doen we het misschien nog niet eens zo snel. Of zo slecht. Als je naar Italië of Spanje kijkt, kan het nog wel eens aanzienlijk langer duren. België trouwens ook. Ja. Maar ik ben even benieuwd, vinden jullie het ook te lang duren? Of zeggen, ja, nee, it's all in the game. Zo doen we dat een beetje in Nederland. Kijk, je wordt spontaan gevraagd. ik weet het niet. Het is best afhankelijk van inderdaad hoe... Nou, het OM moet bewijzen wat gebeurd is. Dus jullie hebben denk ik ook een interesse om een goede zaak op te bouwen. Want anders komt de persoon gewoon vrij. Dus jullie hebben een interesse eraan. Ja. Maar die verdachte en die advocaat van de verdachte heeft ook zijn rechten. Ja, en de hele trucroos wordt opengehaald. Ja. Ik vind het niet zo super raar. Ik vind dat principes die we hebben, die moeten we ook gewoon gebruiken. En als dat duurt, dan duurt het. Dat hoort bij een rechtsstaat. Ja, is het wel zo, maar dat is meer logistiek, proces-economisch. Als ik kijk naar die 5 jaar, hoe langer dan effectief aan zo'n zaak gewerkt wordt, dat is minder dan een jaar hoor. 4 jaar ligt het gewoon te wachten. En dat komt gewoon als er een getuige gehoord wordt. Ja. Bij een raadsecommissaris of op zitting, dan zal je altijd zien, hij is net ziek die dag. En dat is vervelend, want dan moet er dus een nieuwe datum gepland worden. Om de een of andere reden is dat nooit volgende week, want we hebben een zittingsrooster en alle advocaten. Als je 6 verdachten hebt, heb je 6 advocaten, dan moet er een dag gepland worden waarop ze alle 6 kunnen. Ja. Nou, het wordt aangehouden, je bent zomaar 6 maanden verder. En dan gebeurt er effectief niks. Dus we moeten echt nadenken over een heel andere inrichting van het strafproces. Een heel andere manier om daarmee om te gaan. Maar het duurt lang. Hè. Het is wel zorgvuldig. Ja, kom maar. Is er dan ook een chronisch personeelstekort? Ja en nee. Er is een personeelstekort in die zin dat wij zijn de afgelopen jaren erg getroffen door bezuinigingen. De rechtbanken gaan toch gebukt en de hoven ook onder het zaaksaanbod. Het is moeilijk om goede mensen te krijgen. Er wordt echt hard gewerkt. De NVVR, dat is de beroepsvereniging van rechters en officieren, heeft er al meermalen aandacht voor gevraagd voor structurele overbelasting van rechters. Ja. Hoe groot is de kans dat het personeelstekort wordt opgelost? Nou ja, kijk, het antwoord nee is, want dat zeg ik altijd, nee, ik vind het ook altijd wel een beetje een doekje voor het bloeden. Dus we moeten het gewoon slimmer en effectiever gaan doen. Ja. Ik vind het altijd een beetje bijna flauw om het dan altijd te verschuilen achter personeelstekort. Ja. Ja. Dus alleen geld lost het niet op. Ja, eerst zij, dan kom ik zo bij jou. Ja. Ik ben dus officier van justitie, dus ik leid de opsporingsonderzoeken en ik neem dus een beslissing op het moment dat een feit wordt gepleegd, wat gaan we hiermee doen? En nu is in de praktijk, zo reageer ik ook even op jou, dat je daarbij ook al kijkt van hoe lang gaat dit duren? Dus om een heel simpel voorbeeld te nemen, we treffen drugs aan en geld in een woning. Daar liggen ook 5 telefoons. De praktijk is nu, en dat heeft dus
deels te maken met dat proces wat anders zo lang duurt. Dat je dan kiest, oké, die telefoons die gaan we niet bekijken. Ons doel wordt de drugs afpakken en het geld afpakken en ik wil binnen 3 maanden klaar zijn. Maar dat betekent dus dat zo iemand wel snel gestraft wordt, maar misschien veel minder lang dan wat zou kunnen als je echt goed onderzoek zou gaan doen. Wat vind je daarvan? Ja, je komt dan weg dus met wat minder. Ja, zeg maar 3 maanden, als ik goed onderzoek zou gaan doen, zou ik misschien 3-4 jaar krijgen. Ik doe het nu af, denk ik, nou 4 maanden is ook prima. Ja, want dat noemen ze volgens mij kort bij de pootjes, noemen ze dat dan. Kort bij de pootjes. Ja, kort bij de pootjes. Ja, ik kom nog bij, hoor. Ja. Nou, slecht vind ik dat, tuurlijk. Maar het lijkt me... Wat is er slecht aan? Want, ja. Nou ja, ik denk, zoals ik zei, bij een rechtsstaat hoorde ook natuurlijk dat misdaden... Dat wij oud vinden wat mensen hebben gedaan. Dat hoorde er ook bij. Ja, ja. Nee, dat vind ik slecht. Maar het lijkt me inderdaad wat jij zei. Het is personeelstekort. En het is... Als jullie meer mensen hadden, dan was dat geen probleem. Okay. Dus je mag geen concessies doen eigenlijk vanwege personeelstekort. Dat zeg je eigenlijk. Met welk doel wordt dit gedaan? Nou, dit is aan de ene kant, je denkt vanuit capaciteit van als ik mijn rechercheteam nu opdracht geef om al die telefoons uit te gaan lezen en het heel onderzoek naar drugshandel, dan kan die straatroof niet worden opgelost. En dan kan die babbeltrucs onder ouderen in West ook niet worden onderzocht. Dat zijn de keuzes die je moet maken. En dan en ook de effectiviteiten. Want je denkt van ja, als ik een heel onderzoek naar die drugshandel ga starten, dan krijg ik de situatie dat hij straks uit zijn voorlopige hechtenis vliegt. Dat hij vrij rondloopt. Dat hij weet ik veel waar naartoe vertrekt. En dat ik hem dan 10 jaar later, zeg maar in zo'n geval, pas veroordeeld krijg. Echt concreet, zoals ze dat noemen, er bestaan weegploegen. Waarin het OM samen... Veegploegen of weegploegen? Weegploegen. Oh, weegploegen. Weegploegen, waarin het OM met de politie alle zaken naast elkaar houdt. En dan gewoon weegt, nou ja, welk onderzoek doen we wel en welk onderzoek doen we niet. Er blijven gewoon zaken gewoon echt liggen die we niet opsporen, omdat we onvoldoende capaciteit hebben. Oké, dat vind ik glashelder. Ja. Dus als je het kort bij de enkeltjes afschaagt, kan je wel 2 zaken doen in plaats van 1. Ja. Dat is... Die meneer... Creëer je niet een nog groter probleem dan? Hè? Werkt het voldoende afschrikwekkend om dan echt te stoppen met? Ja. Of creëer je gewoon van, nou ja, dan gaan we toch nog even door, want ik heb toch maar 3 maanden gezeten. Ja. Dus crimineel wordt beland. Moeten we niet. En ook, ik vind het aan de ene kant wel positief dat je zegt dat er maar 1 jaar aan een zaak dan efficiënt wordt gewerkt. Als we er 4 jaar mee bezig zijn, dat er maar 1 jaar aan wordt gewerkt. Want dat betekent dat het wel anders kan. Ja. Dus dat we dat wel anders kunnen inrichten. We moeten het ook anders inrichten. En daar gaan we zeker in de tweede deel gaan we straks praten. Maar deze manier had nog even recht. Ja. Ja, ik haak een beetje aan op uw opmerking dat u zegt van ja, we moeten naar een ander strafproces. Ik denk dat dat niet nodig is. Ik denk, er zijn genoeg handvatten om dingen sneller te doen. Je kan gewoon bepalen dat het te lang duurt om een getuige te horen. Een getuige moet binnen een aanvaardbare termijn gehoord worden. Nou, een aanvaardbare termijn is niet 3 jaar wat mij betreft. Je weet hoe het gaat met de rest op verzoek aan Pakistan. Je stuurt het uit. Als je na 2 maanden nog geen ontvangstbevestiging hebt gekregen, dan zeg je ik hou ermee op. Dat soort dingen. Het kan echt wel sneller. Nee, zeker. En er zijn ook wel goede initiatieven. Ik ben zelf rechtercommissaris. Dus we hebben ook. Het probleem was vooral met het FP. Het functioneel pakket, dus de fraudezaken, die duurden te lang. Maar daar zitten we nu veel meer op regie. Dus dat proberen we echt naar voren te halen om afspraken te maken. Meteen zeggen, wat moet er gebeuren nu met je onderzoekswensen komen, verdediging en anders is het te laat. Maar, dus zeg maar, wat aanvaardbaar is, daar verschillen rechters wel van mening over. En vast, sommige, ja. Vast, maar ik denk niet dat het nodig is om het wetboek te veranderen, om het sneller te doen. We moeten het gewoon sneller doen. Gewoon sneller. Gewoon sneller. Ja. En keuzes maken mag. Maar er zitten consequenties aan. Heb jij maar gelijk. Die mevrouw erachter. Sorry. Ja. Maar dus eigenlijk vind je dat je een verdachte, want dat is het nog steeds, een verdachte die onschuldig is tot tegendeels bewezen, dat die afhankelijk moet zijn van een derde of die komt opdagen voor een getuigenverklaring. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ja. Maar we gaan er ook niet 5 jaar op wachten. Nee. Ja. Er worden best wel hoge eisen gesteld aan een verdediging in dat geval. Zorg maar dat je een goede verdediging hebt die met goede onderzoekswensen komt. Nou, weet jij als burger waar je heen moet? Hoe je kan zorgen dat je de beste advocaat hebt om dan even... En je vraag is precies... Vraag erover, maar meer dat er best wel een nadruk wordt gelegd, of je bent best wel afhankelijk van de verdediging die je voert. Terwijl je als onwetende burger heb je daar geen idee van. Komt het op jouw taak om een goede advocaat te vinden?
Er zijn er een heleboel. Oké, dat is waar. De rechter nog even, dan gaan we terug naar de casus, want die zijn bijna klaar. Maar misschien zit het niet altijd inderdaad, is het nou een goede verdediging. Hè? In dit soort zaken, op het moment dat in een groot onderzoek verdachten vrij zijn, dan heeft die verdediging niet per se een rechtens te respecteren belang, maar wel een belang om tijd te rekken. Dus op het moment dat je dan getuigenverzoeken krijgt en je hebt 8 advocaten, nou dan begint het spel, want dan ga je verhinderdagen opvragen. Nou dan zeggen, nou ik kan dat niet, nee ik kan dat ook niet. En voor je het weet ben je ze heel veel verder weg. Nou, ik ben 4 jaar lang rechtercommissaris geweest. En wat ik op een gegeven moment deed, was bij 8 advocaten zeg ik van, jij bent de coördinerend advocaat. Jij gaat data ophalen. Tussen nu en nu moeten die getuigen moeten ingepland zijn. Als je het niet doet, dan doe ik het en dan stuur je maar een vervanger. Maar dat zijn wel stappen, hè, ben ik helemaal eens met deze collega, dat als je regie voert en ook een beetje durft door te pakken, dat je vaak enorm veel tijdwinst kan boeken in dat horen van die getuigen. Heel praktisch. En kritisch zijn, hè? Dat is een oude wijsheid van OM'ers. Op het moment dat iemand in voorlopige hechtenis zit, heeft hij één belang, snelheid. Hij wil zo snel mogelijk door. Zie je weinig onderzoekswensen, weinig getuigenverzoeken. Dan gaat niemand vragen om een getuige in Turkije. Want dan denkt hij, ja, dan zit ik nog heel lang vast voordat ik een keer beoordeeld word. Op het moment dat iemand buiten loopt, wil hij altijd alle getuigen in het buitenland horen. Ja. En vragen... Nou, wil de advocaat nog reageren? Het spel is nu op de wagen. Ja, waarom doen jullie dat? Ik denk dat dat een beetje gechargeerd is. Maar dat is wel bekend van het OM soms. Maar, ja, bedankt. Hebben jullie last van die gemarkeerde beeldvorming onderling? Zeker. Ja, okay. Nee, valt reuze mee. Nee. Okay. Kijk, ik denk dat er zeker wel soms een belang is. En ik herken dat ook wel, dat er een belang is om te rekken. Dat ze ook zeker niet ontkennen. Alleen, het is ook niet zo dat wij zomaar alle getuigen kunnen vragen en dat het ook wordt toegewezen. Want ik ben het wel eens dat de drempel om het te onderbouwen wel zodanig moet zijn. We kunnen niet zomaar zeggen, we willen gewoon elke inwoner van Turkije als getuige horen. Want dan zegt de rechter, we gaan dat gewoon niet doen, want u heeft geen enkel belang. U heeft het niet goed onderbouwd, gaan we het gewoon niet doen en dan kunnen we gewoon rustig verder. En ik denk ook zeker niet dat het zo is, en zeker ook niet de zaken die ik doe, als mijn cliënten vastzitten, dat we dan geen onderzoekswens hebben. Ik denk dat dat iets te algemeen gesteld is. Okay. Ik wil ook niet, dat herhaal ik me, ik wil niet aan de rechter tornen, maar straks wel de discussie hebben wat de consequenties ervan moeten zijn. Want ik denk dat we naar het arrest van het Hof gaan. Dus we weten nog, de rechtbank had opgelegd 20 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. 16 maanden zitten. Had 6 maanden gezeten, moest 10 maanden terug. Nu is het Hof 5 jaar verder. Heeft overigens dezelfde LOVS oriëntatiepunten, die nog steeds van toepassing zijn. Uitgangspunt is 24 maanden gevangenisstraf. Okay. En nu, maar wat leggen we op? Wat leggen we op? Tijd? Ja, dat is de vraag. Inmiddels zitten we dus, ik zal nog even kijken dat ik me niet vergis, maar december 2017, ruwweg 7 jaar na de aanhouding. Ja, nou wat zou u nog willen opleggen? Ja, er zal een flinke strafkorting volgen. Dus ik denk dat er... Het was de eerste 20 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk. Ja. Dat het nu misschien 14 maanden onvoorwaardelijk wordt. Misschien nog een gedeelte voorwaardelijk. Ja, maar daar moet nog even gezeten worden. Ja, ik dacht ongeveer hetzelfde. Ik neem de sluit ze gaan bij de vorige spreker. Ja, dat is heel makkelijk om te zeggen. Maar je hoort wel vaak dat het daarna lager wordt. En zeker als het zo lang duurt, dan zal er wat vanaf zijn gegaan. Ja, er zijn weinig mensen die zeggen, nou doe nog maar een beetje erbij, hè, hier. Dat gaat niet gebeuren. U achterin, wat denkt u? Wat mag het worden? Nee, ik ben het er mee eens wat net werd gezegd. Wat denkt u? Ik denk een half jaar ongeveer. Een halfjaartje. Hebt u nog een idee, meneer? Nou ja, misschien zijn er ook wijzigingen in de persoonlijke situatie. Ja, zeker. Die voorgekomen zijn, waardoor de rechter misschien iets heeft van, nou ja, verzachtende omstandigheden, blablabla. Bla, bla. Dus ik denk niet dat ze nog hoeven zitten. Nee, vindt u dat prettig of zegt u van, nou, die verzachte omstandigheden, dat is echt, dat moeten ze gewoon aan voorbij gaan? Ja, ik weet het niet hoor. Ik vind het sowieso een beetje, bijzonder lang allemaal. En omdat u deze casus neemt, denk ik van, er zal vast iets geks gebeuren. Nou, is er nog een andere suggestie? Ja. Geheel voorwaardelijk. Ze wordt het al geheel voorwaardelijk. Ja, oké. Okay. Ik zie dat de politie heeft ook nog een suggestie. Ja, nou, dat was ook mijn antwoord geweest. Dus, ja. En even, hè, van, ik kan ook een ongenuanceerd politiestandpunt brengen. Hè, van, er zullen wel bonuspunten komen. Hè? Dus er zullen wel uiteindelijk zo dat er nog een
schadevergoeding moet komen. Okay, ja. Dus, okay. En daar is heel veel frustratie over, hoor ik ook. Nou, omdat, eigenlijk bij het eerste blok zei al, hè, van na 6 maanden is de druk eraf. En dat is zo'n fundamentele aanname. Terwijl ik hier aan de overkant hoor dat rechtercommissaris zegt, nee, je moet regie voeren, die druk moet erop blijven. Ja. Ik bedoel, het is gewoon echt een cultuurding in de totale vervolging dat na 6 maanden de druk eraf gaat. Ja. Dat is heel raar. Ja, en tot overmaat van ramp aan het eind is het gewoon nog, je krijgt er wat bij in plaats van. Ja. Ja. Dus vandaar mijn wat ongenuanceerd. Hè? Ja, dan praat ik wat, wat oudbakken regisseurs na en zo. Hè? Maar genuanceerd zeg ik, nou weet je, het zal wel bij die 6 maanden blijven. En dan, Nog andere wilde ideeën? Ja, een vraag mag ook. Ja. U heeft natuurlijk nog niet gezegd wat het gaat worden. Maar is het nog van invloed dat de verdediging zelf in hoger beroep en in cassatie is gegaan? Want dan kunnen zij ze toch eigenlijk niet beroepen op dat het zo lang heeft geduurd. Omdat dat is dus het interessante in zo'n casus als deze. Het OM was in 2012 echt wel klaar. Dus zeg maar, de lange termijn had te maken met planningsproblemen bij het Hof. Maar ja, het waren allemaal onderzoekswensen van de verdediging. Wij hebben als OM niks meer in het geding gebracht die al die jaren. Invloed? Nou ja, dat is... Ja, oké. Okay. In ieder geval een discussiepunt dat ik wil bevoeren of dat invloed moet hebben. Ja, heel goed. Ja. Je hebt een beetje gehoord wat er zo gaande is. Het is van niks tot misschien toch 14 maanden. Druk ja. wat vanuit de politie wordt gezegd, is een cultuurding, eens. Maar heeft ook gewoon te maken met wettelijke termijn als iemand vastzit. Dan moet hij gewoon naar zitting. Dus die gaan ook altijd voor. Hè? Preventief gaan altijd voor. Maar deze zaak heeft het Hof uiteindelijk overwogen dat de LOVS oriëntatiepunten 24 maanden zouden rechtvaardigen. Dat ze eigenlijk vonden dat 20 maanden waarvan 4 wel gerechtvaardigd zou zijn. Maar dat de zaak erg lang had geduurd. En dat ze ermee volstonden om het straf op te leggen gelijk aan het voorarrest. Dus een gevangenisstraf van 6 maanden. En volgens mij hebben ze die nog voorwaardelijk opgelegd, dat weet ik niet eens meer. Maar hij hoefde in ieder geval niet terug naar de gevangenis. En hij kreeg 240 uur taakstraf. Dus in plaats van dat hij 10 maanden terug moest naar de gevangenis, moest hij 240 uur werken. Ja. Dat was overigens december 2017. Ja. Ik neem gelijk het volgende stapje. Dat was niet helemaal het einde van het verhaal. Want hij krijgt dan een jaar de tijd om die 240 uur taakstraf te verrichten. Maar in november 2018 bleek dat hij dat nog niet gedaan had. Hij was nog geen uur gewerkt. Maar dat bleek hij uiteindelijk. Hij bleek in Londen te wonen inmiddels. En hij zei dat hij alle brieven gemist had. Hè? Dus hij had nog iets van, ja, je bent wel verantwoordelijk voor je adres. Maar hij had het allemaal gemist. Dus het Hof heeft besloten om hem nog een jaar de tijd te geven. Dus hij moet die taakstraf nog wel verrichten. Dus uiteindelijk zijn we dus wel 8 jaar verder. Hij heeft de eerste 6 maanden gezeten. Die heeft hij gezeten. Dus, maar die taakstraf moet hij nog verrichten. Ja. Nou, en dat is inderdaad een interessante vraag. En daar moeten we het natuurlijk misschien straks over gaan hebben. Ja, dat zijn bijvoorbeeld de consequenties van de proceshouding van de verdediging. Ja, dat is ook. Dus, maar de uiteindelijke uitkomst. Zijn er mensen die het gênant vinden? Of zeggen, nou ja, zo is het nou eenmaal. Ja. Nou, wat ik vooral niet helemaal begrijp is dat er fout in de groen wordt, waar er 1 jaar van afging. Ja. Wat procentueel dus heel weinig is. En hier... Er is een soort regel. Hè. De Hoge Raad heeft daar arresten voor gewezen. En dan is de gedachte al gauw 10% korting ongeveer. Dus wat dat gaat, was het een hele goede opmerking dat het eigenlijk zo'n 10% lager zou moeten zijn 14 maanden. Alleen, ja, hier komt een hof voor de keuze te staan. Ga ik iemand na 7 jaar nog terugsturen naar de gevangenis? En de persoonlijke omstandigheden zijn natuurlijk veranderd. Hij heeft 7 jaar niks meer gedaan. Nooit meer met politie-instantie in aanraking gekomen. Natuurlijk verhuisd, nieuwe baan. En dat is denk ik een hele nette keuze. Burger geworden, begrijp ik. Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is de keuze waar zo'n hof op dat moment voor staat. Ga ik na 7 jaar iemand terugsturen naar de gevangenis? En dat hebben ze niet gedaan. Terwijl als iemand vastzit, die gruwelmoord, ja, weet je, dan zit hij toch vast. Dan maakt het allemaal niet uit. Dan zijn de omstandigheden ook niet veranderd. Dan is het meestal 10%. Ja. En dan nog, in die casus vond ik het echt nog de vraag of dat gerechtvaardigd is. Hoor. Ja, oké. Okay. Is het dan ook vanuit het hof dat ze daarvoor kiezen dat ze iemand niet weer de gevangenis in... Ja. Sturen, zo van iemand heeft nu zijn leven op de rit en dat is meer waard? Ja, dat is denk ik, het arrest is wat dat betreft niet heel uitgebreid gemotiveerd. Hè? Maar ze zeggen dan in ieder geval door het tijdsverloop zodanig dat het hof het geraden voorkomt om nu een taakstraf op te leggen. Ja. Wat ik vooral gewoon een cru puntje vind eigenlijk is dat er in hoger beroep wordt gezegd, nou we achten nog steeds de uitgangspunten... Het uitgangspunt van 24 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk, achten we eigenlijk passend. Dan denk ik, ja, wat is er dan eigenlijk in wezenlijk, hebben we al die jaren gedaan?
Ja, dan komt direct de uitleg. Op het moment dat je de redelijke termijn wil meenemen, dan moet je ook afwegen wat je zou opleggen als die redelijke termijn niet zou zijn overschreden. En dan laat je vervolgens zien welke korting je toepast. Ik spreek hier op persoonlijke titel. Ik vind het een nogal forse korting. Dat is behoorlijk. Als je kijkt naar de hoge raad, dan zegt ongeveer 10%. Dus geen 10%, laat ik het maar zo zeggen. Ja. Maar even ter verdediging van het Hof, en dan moeten we wel over. Je kunt natuurlijk altijd afvragen wat de effectiviteit van de straf is na 7 jaar. Ja? Ik snap zo'n afweging wel. Je moet er wel over nadenken. Dus sneller of anders, we moeten daarover nadenken. Ja. Nou, ik had een beetje het idee dat ze net bedoelde van waarom nou die 5 jaar eroverheen, terwijl in principe de straf nog hetzelfde zou zijn geweest. Dus dat bedoel je toch, dat een beetje zonder was? Ja, ergens wel. Kijk, natuurlijk zal er vast wel inhoudelijk opnieuw naar de zaak. Er wordt inhoudelijk opnieuw naar de zaak gekeken. Maar een puntje bij paaltje komen we op dezelfde strafidee uit. Dus... Ja. Nou ja, die oriëntatiepunten zijn natuurlijk gebaseerd op de gedachte van rechtsgelijkheid. Om gelijke gevallen gelijk te behandelen. Hè? En vandaar dat er altijd wel verwezen wordt naar die oriëntatiepunten. Nou, er is een richtlijn van de Hoge Raad over strafkorting. Nou, hier heeft dat wat anders uitgepakt. Ja. Ja, dat is een rechtelijke afweging. Ja, we hadden natuurlijk al het gedoe niet gehad als het gewoon een taakstraf was geweest. Hè. Ga maar drugs verslaafden begeleiden. Deze kaas, ik neem aan dat dit een vrij excessieve gang van zaken is. Dat dit niet de norm is. Althans, dat hoop ik. Ja, helaas. Even checken, ja. Nou, qua tijdsloop helaas niet. Ik kom meerdere van dit soort zaken tegen. Ik ben van huis uit fraudeofficier, fraude witwassen. Ja, en dan zie je wel dat deze zaken echt heel lang duren. Dus voor mij, ik kom wel vaak van dit soort oude zaken tegen. En ook wel eens met dit effect. Ook wel anders hoor. Ik heb ook wel gezien waarin mensen na 6 jaar toch nog gewoon 3 jaar gevangenisstraf opgelegd kregen. Want wat zijn, misschien grof geschat hoor, maar de maatschappelijke kosten in personeel en dergelijke van deze gang van zaken? Ja, je moet even met de billen bloot. Ja, wordt er een rekening op gemaakt eigenlijk altijd? Nou, in enkele zaken is dat wel eens bedacht, maar... Nee, eigenlijk niet. Maar het is wel een interessante vraag. Ja, nee. We betalen eraan mee. Toch? Ja. Als we dat miljoen mogen gebruiken, hebben we dan kiet gedraaid? Of? Nee, dan leiden we verlies, denk ik. Ja. Dan leiden we verlies. En waarom vind je dat een belangrijke afweging? Want zou dat van invloed moeten zijn op de rechtsgang? Ik denk wel dat er een afweging gemaakt moet worden wat er gedaan wordt met gemeenschapsgeld. Ja. En of dit een zinvolle besteding daarvan is. Ja, zeker. Ja. En natuurlijk moeten we het individu beschermen en is de rechtspositie van een verdachte ook veel waard. Maar ja, als je niet kiet draait, wil je er een miljoen op toekrijgen. Dus we zouden de stekker eruit mogen trekken als het meer gaat kosten dan het uiteindelijk kan opleveren. Nee, maar ja, interessant. Er zitten in zo'n zaak als deze 6 verdachten, 6 advocaten. Er zitten 3 raadsheren in hoger beroep, 3 rechters in eerste aanleg. Er zit een officier van justitie in eerste aanleg, een AG in hoger beroep. En dan hebben we natuurlijk het politieteam. En inmiddels dalen de kosten wat als we bijvoorbeeld getuigen kunnen horen met een videoconference. Maar met de advocaat zijn we wel eens samen in Suriname geweest om daar een getuige te horen. Maar dan gaat er een raadsiecommissaris, een advocaat, een advocaat-generaal en een griffier. En een advocaat gaat gezellig met z'n allen in een vliegtuig naar Suriname om daar een getuige te worden. Dan zitten we 3 dagen in een hotel. Nou ja, zo loopt het wel op. Hè? Dus rechtspraak is best duur. Maar zijn je een beetje zelfkritisch daarop? Zeker wel. Zeker wel. Maar dat is eigenlijk uiteindelijk, wat je uiteindelijk als de gedachte is. En als een verdachte het recht heeft om een getuige te ondervragen en die zit in het buitenland en dat moet met een rechtshof verzoeken. Ja, dan is dat een consequentie. Het is een interessante notie van anders straffen. Van echt kijken naar de kosten van het hele verhaal. Ja, ja. Ja, Suriname was een andere. Ja, oké. Okay. Deze getuigen in Portugal en Turkije waren uiteindelijk weer onvindbaar. Dus daarom duurde het ook zo lang. Hè? Dus eerst waren ze er en toen weer niet. En dan zijn ze weer. Publiek gaat voor, Maarten. Ja. Sorry. Ja. Ik ben blij dat u het punt aansnijdt van de kosten. Want ik wilde inderdaad net ook die vraag gaan stellen. Als ik zo luister, dan denk ik, wat een verkwisting van gemeenschapsgeld eigenlijk. En ik sprak een tijdje terug met een betrokken die was betrokken bij een grote fraudezaak. En dat was een megazaak. En dat was een zaak uit 2012. Die uiteindelijk in 2017 of in 2018 zou die inhoudelijk gaan. En daar werden ook behoorlijk wat jaren verstreken. En op de ochtend van de aanvang van de zitting, toen werd er vanuit het Openbaar Ministerie een voorstel gedaan om te gaan schikken.
En de advocaten en ook de rechters, die hadden zich gewoon voorbereid om die zaak inhoudelijk te gaan doen. En dan, toen vroeg ik mij wel af, is het niet ook iets om over na te denken bij het Openbaar Ministerie, om toch op een vroeger moment de inschatting te gaan maken of het mogelijk is om bijvoorbeeld toch, of het misschien wel beter is in het kader van de efficiëntie om te gaan schikken bijvoorbeeld. Okay. Zeker. Een andere attitude bij het Openbaar. Nou, komen we daar denk ik straks wat dieper over te spreken. Maar die attitude is het deels wel bij het OM. En dan wil ik bijvoorbeeld verwijzen naar de transactie die nu aan ING is aangeboden. Moet je niet indenken wat het zou kosten qua jaren en qua geld en qua tijd als die zaak naar de zitting zou moeten gaan. Heb je allemaal in de krant kunnen lezen, maar er is vervolgens ook heel veel commotie of dat nog wel gerechtvaardigd is. En toevallig zag ik net, dat was een heel kort filmpje van 2 minuten. Mm-hmm. Maar het werd er toch even gezegd, de strafbeschikking, nou dat het OM dat deed, dat was eigenlijk al schandalig. Hè, dus we moeten dan wel praten over, en natuurlijk wil het OM daarin meegaan en over nadenken. En nou ja, procesafspraken, vonnisafspraken, ik gooi ze er maar vast in. Bewaar even voor straks, ik zie nog iemand in de zaal. Ja. Nou, ik heb eigenlijk 2 vragen. De eerste wat ik dacht net toen u het had over die 7 jaar die verstreken was en dat die straf, dat die alleen nog maar naar taakstraf ging. Denk ik, als we kijken naar de doelen van straffen, dan kan je natuurlijk ook redeneren dat het doel van de straf qua gerechtigheid, zeg maar, dat je wraak wil, dat niet behaald is, maar het doel van verbetering van iemand en dat die, even ervan uitgaan dat het feit dat hij niet meer in aanraking is gekomen met justitie, dat dat ook betekent dat hij geen strafbare feiten meer heeft gepleegd, ja, dan is dat doel wel bereikt. En daarnaast vind ik het, dat is een constatering en geen vraag, maar ja, ja, oké, okay, maar ja. Nou, ik vraag me af of u dat daarmee eens kan zijn. En de andere, ik vind het echt best wel eng om te praten over efficiëntie als het gaat over recht, strafrecht. Ja. Ik snap het, want ik denk niet dat het efficiënt gaat. Maar het is ook het toppunt van beschaving om verdachten het recht op allerlei bezwaren en procedures, ja, te geven. Dit is een perfecte samenvatting van het dilemma, denk ik. Hè? Dus, maar dat soort efficiëntieafwegingen worden helaas gewoon wel gemaakt. En worden qua professionals vaak vergeleken met de zorg. En daar worden dat soort afwegingen toch ook echt gemaakt. Gewoon levensverlenging met een jaar, wat mag het kosten? En dan zeggen we allemaal, ja, dat moet toch niet kunnen? Terwijl het wel gebeurt. En wij maken dit soort afwegingen echt van, ja, gaan we wel of niet een zaak oppakken? Ja, ja, dat is wel een harde realiteit, ben ik bang. En vind je dat een voorwerp voor maatschappelijke discussie die nu een beetje hier... Zeker. Ja, zeker. Dat gebeurt daarom is het goed dat we hier met z'n allen erover praten. Ja, precies. Ja. Ja, als ik denk aan de rechten van de verdachte en dat die gehonoreerd moet worden, denk ik juist als eerste aan efficiëntie. Ik heb zelf in een zaak gezeten die over witwassen ging, waar na 5 maanden een transactie, een suppo plaatsvond. Maar dan heb je 5 maanden je geld niet. Dus zeg maar, ik denk dan juist als eerste aan snelheid en aan efficiëntie als recht van de verdachte. Zeker, zeker. Iedereen heeft recht en belang bij efficiëntie. Ja, je zou ook kunnen zeggen, maar dat is even... Ik bedoel, gewoon dat in een langer verleden was dat zo. Als een zaak langer dan 2 jaar duurde, werden we niet ontvankelijk verklaard. Stond er gewoon een straf op. Als het langer dan 2 jaar duurt... Dan, ja, dat is een norm die ergens staat volgens mij. Ja, nou ja, goed, ja, dat was een norm. En de Hoge Raad heeft gezegd, van, ja, dat is toch wel al te dwaas. Dat is toch al te dol. Vanwege het oogpunt van beschaving en rechtsstaat? Nee, maar iemand heeft een strafbaar feit gepleegd en dan heeft het iets langer dan 2 jaar geduurd en dan krijgt hij geen straf meer. Vandaar dat de Hoge Raad op een gegeven moment normen is gesteld. Je krijgt 10% korting. Maar daar kan je natuurlijk over twisten. Je zou best kunnen zeggen, ja, als je niet klaar bent, of 50% korting. Of, hè. Ja. Het is in ieder geval een heel belangrijk element. Sneller. Goed zo. Tot zover de casus, denk ik. Want we gaan door naar het punt van, oké, hoe zouden we het nou sneller, strenger of misschien anders moeten inrichten, dat strafproces. Er waren nogal wat mensen in de zaal die zeiden sneller. Het moet echt sneller. Zijn er ook mensen met ideeën daarvoor die zeggen, joh, ik loop altijd met het idee, het kan sneller en dan moeten we zo doen. Ja, kom, begin even bij u. En we gaan ook wel even naar de rechter en naar de advocaat, die hebben ook ideeën. Maar begin even bij jou. Ja. Ik denk dat misschien wel een optie zou zijn om het Openbaar Ministerie weer niet ontvankelijk te kunnen verklaren als er echt door het Openbaar Ministerie de termijn fors wordt overschreden. Oké, als het OM niet levert... De vraag, begrijp ik, hè? Dat is heel gevaarlijk. De vraag is of het de schuld van het Openbaar Ministerie is, hè?
Dus wat ik bij de Hoven zie, en dan kom ik weer op capaciteit en is er genoeg personeel, dat er gewoon vaak geen zittingsruimte is. Als er een zaak nieuw wordt aangehouden en ik wil een volgende zittingsdag, ben ik vaak 9 maanden verder. En daar kan ik niets aan doen. He, dat is het Hof. Kan je ons nog niet ontvankelijk verklaren? Kan. Omdat je zegt, van, nou ja, het is de overheid in algemene zin die maar wat sneller moet zijn. Maar dan gaan er heel veel zaken kapot. En de vraag is of dat rechtvaardig is. Ik bedoel, in zo'n drugszaak zal niemand ermee mee zitten. En ik had expres een drugszaak om geen slachtofferdelict te hebben. Roze Jans is van slachtofferzorg. En toevallig goed. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel zaken. Ga het maar uitleggen als iemand een verdachte van een straatroof, een oud vrouwtje van een tas berooft en dan na 2 jaar zegt van, ja, weet je, je bent te laat. Ja, maar ik heb het ook niet over, niet in ieder geval dat zou een optie zou moeten zijn, maar in sommige gevallen waarin een zaak gewoon echt op de plank blijft liggen, dat er verder kennelijk niet genoeg aandacht aan besteed wordt. Misschien wel door capaciteitsgebrek, dat kan natuurlijk. Maar dan zal de politiek zich moeten gaan roeren en ervoor moeten zorgen dat er meer mogelijkheden komen voor het Openbaar Ministerie. Mag ik maar één maar het lijkt een beetje tot calculerend gedrag, hè, jouw voorstel. Van, nou, dan gaan we eens even kijken. Waarom... Mag ik maar één tel verdedigen? Ja. Dus ik snap wel dat dit beeld gauw ontstaat. Van het duurt lang, dus het ligt op de plank. Er is onvoldoende aandacht voor zo'n zaak. Dat is wat je in twee zinnen zegt. Ik denk dat er in deze zaak echt wel voldoende aandacht is geweest. Alleen ja, als er een getuige gehoord moet worden in Portugal, ja, dan zijn we 9 maanden verder. Ja. En dan een zittingsdag en zijn er 2 advocaten ziek. Dan gaat het niet door, ben je weer 9 maanden verder. Okay. Dus het gaat ook een beetje om het samenspel eigenlijk tussen alle partijen. Het gaat om de wijze waarop wij ons logistieke proces hebben ingericht. Okay. Heb jij een... Ja, uw naam is genoemd, ja? En u denkt, u moet direct de kans grijpen. Nee. Of ook in het kader van... Van de regie, hè? Dus. Ja. Maar ook in het kader van het antwoord, het zou sneller kunnen. In het belang van slachtoffers. Zeker. Ja, doe eens een voorstel. Hebben wij ook verstand van. Ja, heel goed. Ja, vertel eens. Ja. Nou, ik wilde even Marten reageren, omdat ik zit ernaar te luisteren. En ik heb de handicap dat ik even de casus vooraf gemist heb. Maar daarom zat ik even te luisteren waar ik kon aanhaken. Ik heb jarenlang als rechter op de zitting gezeten. Dus de rechterlijke logica ken ik heel erg goed. Weet je wel? En als ik nu zit te luisteren van zoveel procent korting en bla bla bla, dan denk ik, oh ja, dat was een logica waar ik toen gewoon ook mee bezig was. Dat was de logica die je toepaste, want die volgde uit de jurisprudentie. Nu ik bij slachtofferhulp zit, merk ik gewoon dat gewoon eigenlijk de juridische oplossing gewoon helemaal geen oplossing is. Weet je wel, mensen snappen hier helemaal niets van. Weet je wel, korting, weet je, als hoor het zeggen, er is nu ook wat wij van slachtoffers en nabestaanden heel erg horen. Die zeggen, goh, maar als dan de verdachte korting krijgt, dan nemen wij aan dat wij een bonus krijgen op onze kant van de medaille. Weet je, want het moet een beetje het handelsdenken in Nederland. Ja, maar dat klinkt een beetje, maar het geeft denk ik wel het gevoel aan dat dit stuk van de samenleving, wat niet onbelangrijk is in strafprocessen, het in ieder geval totaal kwijt aan het raken zijn. Dus daarom zeggen wij altijd, niets doen kan. Hè? Ik bedoel, ik hoef de oplossing niet per se aan te dragen op dit moment, maar niets doen kan niet meer. Dus je zult keuzes moeten maken. En wij geloven heel erg in herstelbemiddeling en dat soort zaken. Wat uiteindelijk veel meer oplost dan dat je maar de juridische beslissingen blijft nemen. Want het zegt uiteindelijk maar heel beperkt. Dus je moet denk ik heel erg kiezen welke zaken dat je even, herstelbemiddeling is jargon voor een hoop mensen hier. Dan bedoel je... Dat heet herstelbemiddeling. Dat is dat je probeert tot een andersoortige oplossing te komen. Niet per se een juridische. Maar de relatie wordt hersteld. Zeker. Maar de schade wordt... Misschien ook, maar ik denk met name waar erkenning is, waar in ieder geval slachtoffers participeren in het proces en niet als een willoos slachtoffer in de zittingszaal zitten. En er kan best ergens een compensatie, dat zou ook best een belangrijk onderdeel kunnen zijn. Oké. Pieter? Nou, ik denk ook dat een deel van de sleutel is, dat je vooraf, voordat je überhaupt iemand het strafrecht intrekt, dat je daarover nadenkt. De officier van justitie die heeft zeg maar, de opportuniteitsoverweging die hij mag maken. Ga ik wel of ga ik niet vervolgen? En wat we de laatste tijd zien is dat het strafrecht het zeg maar, duizend dingen doekje is geworden. Voor alles wordt het maar gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan psychiatrische patiënten die met een probleem zijn. Je hoopt dat hij een strafbaar feit pleegt, want dan kan hij worden veroordeeld. Want dan kan hij voorwaardelijke straf krijgen, want dan kan hij geholpen worden. Dat soort zaken zien wij in het systeem steeds meer voorkomen. Je ziet het bij burenruzies. Het is maar net wie het hardste naar het bureau rent, die dit keer de aangever is en het slachtoffer. En de volgende keer is die andere het.
Al dat soort zaken, dat wordt vrij automatisch gedacht van... oh, er is een strafbaar feit, er is een slachtoffer, hup, we moeten gaan vervolgen. Is dit een karikatuur of is het echt? Ik maak het even wat, ik maak het wat vierkant, hè, om het even voor de sake of argument. Ja. En de vraag is dus iedere keer weer, op het moment dat er iets in de samenleving gebeurt... wat is nou de meest verstandige interventie die je kan doen? He, alleen maar uit het vaartje van het strafrecht tappen is gewoon niet de oplossing. Want het is inderdaad een beperkte stroom werk wat kan worden verzet. Dus je zal veel meer vooraan de poort moeten gaan kijken van hoe kun je nou inderdaad normaliseren. Oké, vooraan de poort staan wij met z'n allen. Dus je zegt tegen ons eigenlijk, ga niet, of tegen het OM ook, maak er geen strafzaak van of hint daartoe. Doe iets anders, maar wat moeten we dan doen? Nou, je zou bijvoorbeeld, hè, wat Rosa aangeeft, op het moment dat er ergens... Slachtoffer ook bellen. Nee, niet slachtoffer, maar kijk, het feit, je ziet bijvoorbeeld in Utrecht heb je bijvoorbeeld de vreedzame stad. Daar zie je dat je de vreedzame school hebt. Als er, ja, dat is geen grap, hè, als daar ruzie is, dat kinderen leren bemiddelen hoe dat te doen. Okay. Als er in de buurt een probleem is, probeer het op te lossen. Dus telkens zoeken naar eigenlijk meer restauratie dan retributie. Okay. Hè? Dus niet schuld en boete, maar herstel. Ja, en dat begint met onderwijs en dergelijke, onder andere. Ja. Eens in de ideale situatie. Ja. Maar wat je als, wat ik zelf als officier altijd wel op mijn schouders voel, is stel dat je te maken hebt met een verward persoon, iemand die potentieel gevaarlijk is, die mensen bedreigt, die waarvan je denkt hij moet naar de GGZ, hij moet naar de gezondheidszorg. Maar ik heb nu de tool om hem daar gedwongen te krijgen of hem op te sluiten. En straks krijg ik de vraag, als hij nu naar buiten loopt en inderdaad iemand neer gaat steken, waar was het OM? En dat zie je natuurlijk ook constant in de media. Als er iemand iets aandoet, of dan zeggen we niet. Pleegt, zat hij dan zeggen we niet. Waar was de vreedzame school, zeggen we dan. Nee. De vraag, waar was het OM? Waar was het OM, is de eerste vraag. En daar wordt ook... een minister op bevraagd. Waar was het OM? En dat voel je wel. En dat is wel, accepteren we met elkaar ook dat de samenleving niet altijd veilig is. En dat denk ik wel eens van, dat accepteren we niet meer. Nou, ik ben het daar ook zeer mee eens, maar vergis je niet, de wetgever die kan ook aan zet komen. Op dit moment wordt er binnenkort een wet ingevoerd, de wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dat maakt het mogelijk dat psychiatrische patiënten ambulant verplicht behandeld kunnen worden, dat je kan ingrijpen. En dat zijn natuurlijk wel voorbeelden waarbij juist, het is niet inderdaad van het OM doet maar wat, maar het probleem is dat iedere keer, ieder maatschappelijk probleem wordt op het bordje gelegd, vaak van het Openbaar Ministerie. En dan heb jij dat en je moet handelen. Maar ik wil... Ik heb soms neiging om me te verdedigen, hè? Maar wat je dan wel ziet, dit soort verwarde personen, hè, dan doen we er wat aan. En dan gaan we naar een rechtercommissaris en die stelt ze wel vrolijk in bewaring. Want er is geen rechtercommissaris die zegt, nou eigenlijk is dit een verwarde persoon en zouden we dat op een hele andere manier moeten oplossen. Dus het is niet alleen het Openbaar Ministerie, het is de hele justitieketen. Dat is het, hè? Kijk, we werken met z'n allen in de strafrechtketen. Nou, dan gaat het wel heel recht de keten. Moeten we terug naar de samenleving. Oké, terug naar de samenleving. Maar kijk, Want daar doe je een beroep op namelijk. Precies, maar het is dus niet een verwijt aan het OM. Het is een systeem waar je in zit, wat niet vernieuwend is om met dit soort problemen om te gaan. Goed. Het is niet een verwijt aan het OM. Je moet wel handelen vanuit de positie waar dit je is bent. Me net iets te makkelijk. Maar nou zeggen jullie, wij doen wat voor ons gevraagd wordt en dergelijke. Maar jullie kunnen ook vernieuwen en verbeteren. Dat hebben de mensen ook gezegd. Dus we moeten zo dadelijk even naar de vernieuwing van binnen het systeem. Voordat we de samenleving tot een vreedzame samenleving hebben gemaakt. En nu hebben we het over specifiek een stukje strafrecht. Hè? We hebben het over vervoerde personen en dergelijke. Maar zo'n zaak zoals u zojuist benoemde. Nou, je hebt een, dat zei je volgens mij snel in een bijzin, een bank die zonder vergunning optreedt. Nou, daar is DNB. Daar zou je naar DNB toe kunnen gaan. Je hebt een bedrijf met een bepaalde administratie. Volgens mij kan je dan ook kijken of je het fiscaal-rechtelijk weg zou kunnen zetten. Dus je hebt ook nog andere opties. Je kan fiscaal-rechtelijk kan je ook met zo'n casus aan de slag gaan. Bestuursrechtelijk kan dat ook. Ja. Zeker, hè? Dus er zijn alternatieve afdoeningswijzen. Kijk, in een zaak als deze, natuurlijk kan DNB wat, natuurlijk kan de fiscus dat. Er zit een BV achter, die is na een week failliet. Daar zie je nooit meer wat terug. En natuurlijk is de vraag van, dan kan je de vennootschap vaak aanpakken, maar niet de natuurlijke personen erachter die uiteindelijk wel de heroïnehandel faciliteren. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Er werd gewoon heroïne verkocht in Engeland en dat geld komt hier naartoe. Hè, dus, en de vraag is of je dat dan laat lopen. Ja. Oké. We gaan even toe naar andere oplossingen ook. Er zijn er een aantal gesuggereerd.
En eigenlijk vind ik die oplossing van binnen het systeem van jouzelf misschien wel even interessant. Ja. Zeg andere afspraken. Gaan we eens even toetsen of de samenleving daar inmiddels klaar voor is. Ja. Kijk, allereerst ben ik het zeer eens met de rechtercommissaris. Ja. Gewoon, we moeten strakke regie voeren en sneller werken. En op een andere manier ons logistiek proces inrichten. Maar dat vind ik soms ook wel eens een beetje krabben aan de verre rand. We moeten echt iets fundamentelers, denk ik. En ik sluit me zeer aan bij de suggestie net. Ik denk dat we met de verdediging naar procesafspraken of vonnisafspraken moeten komen om de zittende magistratuur in die zin te ontlasten. En dat we gewoon tegen een verdediging zeggen, luister, ik had hier witwassen van 1 miljoen en deelname aan een criminele organisatie. Jij wil heel graag getuigen horen in Portugal en Engeland, of Portugal en Turkije. Als jij nou die onderzoekswensen laat zitten, dan laat ik de criminele organisatie vervallen. Okay. Dan krijg je minder straf, en dus krijg je een lagere straf. Maar jij laat die onderzoekswensen, dus we doen het wel in 1 keer af. Een vervolgstap is nog dat je echt een vonnisafspraak zou maken. Van, nou ja, weet je, als jij akkoord gaat met... Nee, dit is wel even genoeg voor de zaal. Ik zie je nee schudden. Echt heel lastig is, maar als ze er samen uitkomen op die manier? Nou, nee, ik denk niet dat dit heel erg realistisch is om alle advocaten, heel OM, op deze lijn te krijgen om daaraan mee te gaan werken. Okay. Er zal echt wel iemand tussen zitten die denkt dat dat niet zo handig is. Waarom zou u dat zeggen? Wat is het praktische bezwaar? Waarom zou iemand niet akkoord gaan met een lagere straf? Kijk, dan geef ik een voorschot. Kijk, als het blijft gaan zoals het nu gaat en het loont om een zaak jarenlang te rekken en je komt wettigen met een taakstraf, ja, dan gaat nooit iemand akkoord met een lagere straf. Want die weet, als ik maar lang genoeg mijn best blijf doen, dan krijg ik vanzelf een lagere straf. Kijk, als het Hof in dit geval had gezegd, ja, het heeft weliswaar lang geduurd, maar 10% korting, je moet terug, je moet 14 maanden zitten, dan had ik aan het begin wel met die man kunnen afspreken. Joh, als jij 10 maanden gaat zitten, 8 voor mijn part, ben ik moeilijk 7. Er valt te praten dat met OM. Dat is dit soort afspraken. Dan kan ik wel een andere zaak bij het Hof behandelen. Okay. Dat is wel de keuze zo voor. Helpt dit of niet? Kunnen we dit ook fiscaal dan een keer doen? Nou, ik denk dat het qua menselijk aspect gewoon heel lastig is. Maar over het überhaupt sneller straffen. Ik denk dat het handig is om te kijken per deel in de strafrechtketen. Tuurlijk. Wat er sneller kan. Want ZSM is een heel mooi initiatief om alles sneller op te pakken, sneller af te kunnen doen en direct door te kunnen naar de volgende stap. En hoger beroep staat redelijk bekend om de langere doorlooptijden, maar volgens mij wordt daar ook aan gewerkt. Misschien is dat het hele punt, dat het niet zichtbaar is naar de maatschappij. Precies, ja. Want ik weet dat er, ik werk bij het Openbaar Ministerie, dus ik heb... Ja. Enige, het is een collega van je. Het is een collega. ik weet een beetje intern dat er echt mee aan de slag is gegaan. En ik denk dat het ook handig is als de maatschappij weet dat er aan gewerkt wordt. Tuurlijk. Want dat wordt er wel degelijk. Ook bij de Hoven zijn we hard aan het werk. Ja. Oké. Is iemand even om met mij uitstekend te praten over dit soort afspraken? Ja, met mij zou je dan moeten gaan praten. Ja. Ja, ik denk, op zich bestaat het al. Je hebt natuurlijk de OM-zittingen, de TOM-zittingen. Dat zijn voor kleinere feiten. En dan zit je gewoon met je cliënt. Bij de officier word je uitgenodigd. En dan kan je, ik noem dat zelf, soms tegen mijn cliënt moet ik dan uitleggen. Hij komt met een voorstel, dat kunnen we accepteren, kunnen we weigeren. Als we het accepteren, dan is de zaak af. Dan krijg je een straf of een CPO. En dan is de zaak klaar. Als je niet accepteert, kom je bij de rechter. Heel simpel gezegd. Om ook een beetje de rechtspraak te ontlasten. En dat is, ik chargeer het altijd een beetje, het is een soort onderhandelen met de officier van justitie. Dus ik denk dat er zeker wel, wat dat betreft, iets in het idee zit. Waar ik twijfel wel of dat ook zo kan zijn in dit soort zaken. Maar je hebt natuurlijk nog steeds schikkingen. En ik weet niet of het zo'n koehandel moet zijn. En ik weet ook niet, even algemeen, niet per se als advocaat sprekende, of de maatschappij daar blij van wordt. Als op deze manier in koehandel wordt gehandeld over geen criminele... Ja, als je dit soort woorden gebruikt, dan wordt je helemaal niet meer blij. Valt het met jullie over te praten, jongens? Help, jongen. Heel, het is ingewikkeld. Je overziet het niet. Ja. Nou, verlies je dan niet de rechtvaardigheid erin? Als je daar te veel over gaat koehandelen. Ja, waar ligt de grens? Zit die grind? Waar ligt de grens? Ja, is dat een beetje, zijn er landen waar dat wel gebeurt? Of waar de ervaring daarmee is? Er zijn heel veel landen waar dit voor het, soort systemen zijn. Waar wij niet willen wonen of waar we het nog wel willen wonen? Ja, daar kan je discussie over voeren. Kijk, het bekendste voorbeeld is de Verenigde Staten natuurlijk. Daar gaat minder dan 10%. Ik heb daar een keer 2 maanden gezeten. Daar gaat minder dan 10% van de zaken naar de zitting. 90%. Ja, dat kan echt heel laag procent. Minder dan 10% in ieder geval. Kan via.
Ja, ik heb strafrecht gedaan in Amerika. En mijn hoogleraar strafrecht die noemde de plea bargaining cultuur. Dus deze cultuur die daar heerst. Dat noemde die marteling. Omdat je op een bepaalde manier mensen dwingt verklaringen. Kijk, het is daar draconisch. Dus je dwingt mensen. Je speelt een spel met ze waarbij zij er een bepaald voordeel uithalen om te bekennen. En dan kan je er nooit van uitgaan dat hun verklaring waar is. En het is natuurlijk niet te vergelijken, maar... Nou, daarom probeer ik ook die term te vermijden eigenlijk, omdat dat gelijk zulke associaties oproept. Hè. Okay. Dus in de Verenigde Staten gaan ze er heel ver in, maar ook in andere landen is wel, als er overeenstemming is over de feiten, dat de rechter alleen naar de strafmaat kijkt of het afzegent. En dus in Engeland gebeurt dat ook wel, in andere landen ook wel. Dus je pleit voor een experiment op dit vlak? Nou ja, er moet iets gebeuren. Ik zie bij de Hoven, we hebben bij het resourcepakket en bij de Hoven hebben we echt projectversterking logistiek met allemaal deelprojecten om alle doorlooptijden te verkorten. Maar het is heel weerbarstig. En ik denk dat we toch echt fundamenteel iets zullen moeten veranderen. Anders loopt het systeem bijna vast. Dit soort zaken gaan langer en langer en duren en meer zittingsdagen vergen. Okay. Prima. Dus. Nog twee reacties, drie geloof ik. Nee, u niet meer. En dan gaan we naar de volgende. Ik denk dat het er ook heel erg aan ligt, hè, van waar is de grens en het misdrijf en het overtredingen. Is er verplicht een advocaat aanwezig? Ja. Heeft iemand een bepaald termijn waar hij zich aan mag houden om te beslissen wat hij wil doen? Worden alle bewijzen op tafel gelegd dat uiteindelijk een advocaat ermee weg kan lopen en er nog kan over nadenken? Ja. Dus hoe het nu wordt gepresenteerd, denk ik dat heel erg zwart-wit. En dus dat er zoveel nuances nog in kunnen zijn. Ja. Nee, we doen het heel kort door de bocht, maar het kan misschien. Was daar nog één vinger, geloof ik? Ja. En dan wil je als laatste. Dan gaan we zo even naar Jan Peter. Ja. Gaat de geloofwaardigheid dan niet ook van het OM een beetje af? Oh ja, slecht voor je eigen reputatie. Op het moment dat je na het zoveel gaat schikken en kunnen de lijntjes niet bijvoorbeeld korter? Waardoor de termijnen misschien ook minder worden? Dus eerst van gaat de geloofwaardigheid van het OM niet onderuit op deze manier? Ja. Mijn wedervraag zou zijn, is mijn geloofwaardigheid overeind met dat arrest van het Hof dat ik net wees na 7 jaar? Hè? Waar is daar? Ik bedoel, ik heb zelf het gevoel als ik na 7 jaar op zitting sta en ik ga dan nog onvoorwaardelijk gevangenisstraftijd, dat ik denk van, waar is mijn geloofwaardigheid? Maar de verdachte wordt zo wel weer beloond. Hoe je het bent of keert, wordt wel weer beloond. Kijk, het was heel zwart-wit en natuurlijk komen dan alle voorwaarden. Is er een advocaat? Is er een bedenktijd? Welk soort zaken? Ik kan me het in slachtofferzaken moeilijk voorstellen. He, als er een doodslag is, dan kan ik geen slachtoffer uitleggen dat ik ga onderhandelen over de hoogte van de straf. Maar in dit soort zaken, bij ondermijningszaken, drugszaken, waar er toch heel veel van zijn die het systeem verstoppen. Als ik dan aan de maatschappij kan uitleggen van, ik heb hem opgepakt, hij had veel geld bij zich, dat miljoen is hij kwijt en hij gaat 7 maanden zitten. En hij ziet dat ook meteen, dat ik geloofwaardiger ben dan zoals het nu geëindigd is. Ja. Maar goed. Maar dat bepalen wij ook een beetje. Drugs gaat meestal ook wel gepaard met moord. Dat alleen in deze zaak kan ik dat dan niet bewijzen. Dus ik moet dan wel eerst een lijk hebben. Oké. We hebben nog één mevrouw. Ja, u heeft al een microfoon. Ja? Dankjewel. Terugkomen op wat jij net zei over afspraken met het OM, de schikkingen. Koehandel werd er genoemd. En wat wij in de praktijk merken is dat dan de belangen van het slachtoffer nog wel eens worden vergeten. Dus dat een vordering wordt ingediend en daarop wordt gematigd en er is dan niemand bij die daar iets tegen kan doen. Dus ik denk wel van met die manier van werken doen we dan echt geen recht aan de belangen van het slachtoffer. Oké. Beste Maarten, zou jij misschien even willen gaan zitten? Tuurlijk. Want dan kan Pieter misschien er even plaatsnemen. Ja. Pieter is altijd gewend een beetje centraal te staan als rechter. Dank u. Ik heb ook ideeën over hoe het misschien wel sneller kan onder invloed van digitalisering, geloof ik. Kun je daar iets over vertellen wat jouw droom misschien wel is? Ja. Je bent rechter voor de mensen die je nog niet kennen. Precies, Pieter van Riemsdijk. Ja. Ik ben strafrechter. En ik ben voor de rechtspraak ben ik verantwoordelijk voor het digitaliseren van de strafrechtspraak. Nou moet ik wel zeggen of het nou door digitalisering sneller kan. Dat is allemaal heel makkelijk. Want er zijn echt wel dingen met dossieroverdracht en beslissingen overdragen voor executie, waar je soms wel 2-3 weken snelheid kan maken. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar op dit moment over zou moeten zeggen. Maar wel anders misschien dan. Wel iets anders. Een manier is om slimmer te straffen. Ja, want we hebben met elkaar gesproken vooraf. Ja. En wat je tegenwoordig ziet is dat er natuurlijk steeds meer data beschikbaar komen. En je zou steeds meer kom je te weten over verdachten, over wat wel werkt en wat niet werkt.
Dus het zou heel goed kunnen zijn dat wij straks niet zomaar zeggen vanuit oriëntatiepunten strafrecht van, nou, een winkeldiefstal doet ongeveer 2 weken of een werkstraf of iets anders. Maar dat we steeds meer gaan kijken van wat zou nou werken bij deze verdachte. Want het kan zomaar zijn dat we verdachten kunnen profilen. Dat we kunnen zeggen van, dit werkt wel bij hem, maar dat werkt niet bij die ander. En dat we veel meer maatwerk zouden gaan leveren. En dat is eigenlijk een beetje een stelling van, in hoeverre zou dat vol te houden zijn? Dat als bijvoorbeeld iemand, je wil dat iemand iets echt niet meer gaat doen. En je wilt het recidieve gevaar, wil je heel zwaar beperken. En bij de een zou het zijn van, nou, 2 dagen opsluiten op water en brood. Hartstikke goed. En bij de andere zou het zijn van, nou ja, 3 maanden in een half open inrichting, want dat gaat voor hem voor de lange termijn werken. Of een werkstraf, of in therapie, of noem maar op wat. Dankzij dus de enorme hoeveelheid data die we hebben verzameld over dit. Dus dat je veel meer, zoals je dat ook in de gezondheidszorg ziet, hè, bij bepaalde ziektebeelden, dat gezien wordt van, hé, deze ziekte, bijvoorbeeld een kanker, die werkt heel specifiek op die en die medicijnen. Laten we dat daar gaan toepassen. Dus de vraag is dus, als we meer te weten komen over de effectiviteit van straf in individuele gevallen, zou dat nou ook aanleiding kunnen zijn om anders en gedifferentieerd te gaan straffen? En dat is nou een interessante vraag, want het brengt heel veel dilemma's met zich. Maar ik ben gewoon eens benieuwd hoe de zaal erover denkt. Daar zijn dit soort gesprekken. Ja. Nou. Type delict of type persoon? De combinatie van persoon en delict, zou je kunnen zeggen. Ja. Wat is het verschil met nu? Leg eens even uit. Ja, wat voor data heb je dan wat je nu niet hebt? Want je hebt nu toch ook persoon voor je in de... Ja, je stelt vragen. Nou ja, het aardige is, we doen dat wel. We kijken natuurlijk altijd, hè, als je een straf oplegt, is het gelet op de ernst van het feit, de persoon van de verdachte. Hè, dat weeg je af als je tot een straf komt. Alleen wat we nooit zien is, wat is er gebeurd na dat vonnis? He, dus we kunnen wel denken van, nou weet je, die werkstraf, laten we dat doen, dat gaat wel bij hem werken. Maar we hebben nooit een soort feedback van, en wat is er nou gebeurd met deze verdachte? Hoe lang heeft het nou geduurd dat rechter Jansen, die heeft deze man als laatste gehad. Die heeft een bepaalde aanpak op de zitting, heeft hij of zij gebruikt. En we zien dat het langer duurt voordat hij weer bij ons terugkomt. Dus kennelijk gebeurt wat in de manier waarop hij wordt aangepakt, de straf die hij krijgt, dat er iets gebeurt. Dus je krijgt meer feedbackmechanismes over type van verdachten. Dus je kan zeggen, je hebt inderdaad een... Eigenlijk is feedback voor de rechter. Ja, wat heeft mijn werk voor effect? Ja. Daar kunnen we wat mee doen. Nou ja, ik denk dan meteen van, ik denk dat onderzoeken wel goed is later over wat geholpen heeft. Maar ik denk dat bij profileren ook weer andere soort van ethische kwesties komen kijken. Want dan ga je op een bepaalde manier ook weer generaliseren. Terwijl wat er nu inderdaad gebeurt in een rechtszaak is dat je eigenlijk wel individueel kijkt. Oh, ja. En je kan het nu individueler noemen, maar eigenlijk vind ik het minder individueel. Ja, je werkt de schijn van individuele, maar het tegendeel is het geval. Ja. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat ik gewoon denk van, nou weet je, ik ken de mensen wel. Ik ben een rechter, dus ik zie dagelijks allemaal mensen. Ik dicht mezelf grote mensenkennis toe. En ik van, nou, bij hem, dat zal wel werken. Maar ik weet het niet. Ik doe maar wat, zou je kunnen zeggen. Dus de vraag is, op het moment dat je iemand kan, zeg maar, in een soort categorie, hè, dat je bij spreken, verzin maar, dat je 12 categorieën hebt, hè, maak maar een voorbeeld. En je zegt van, nou ja, die zit inderdaad in dat potje. En daar werkt inderdaad, als hij moet bloeden, hè, met zijn geld, boetes moet betalen, prima. Maar als je die opsluit, heeft het geen zin, want dat doet hij met 2 vingers in de neus, om het zo maar te zeggen. Ja, kom zo bij. Nou, over het algemeen ben ik heel erg voor dat je altijd kijkt naar een passende straf en wat iemand zou helpen, maar ook vooral wat iemand zou helpen om goed te reïntegreren en het recidieve risico te verlagen. Maar ik denk dat we eigenlijk dat wel heel erg zouden kunnen doen. Want volgens mij is het over het algemeen wel bekend dat er weinig mensen beter de bak uitkomen dan goed. Dus als we dat echt zouden willen, zouden we daar al veel meer stappen in kunnen zetten. Ik denk dat het probleem is dat de algemene perceptie zou moeten veranderen. Dus dat veel mensen in Nederland toch nog denken dat het belangrijkste is om zoveel mogelijk leed toe te voegen. Mm-hmm. En dat eerder daar de grote omslag te maken is dan dat we meer data-driven persoonlijke straffen gaan opleggen. Mm-hmm. Maar jullie sluiten elkaar niet uit, toch? Nee, dat is eigenlijk, zeg je van, het is een heel goed idee.
Ja, maar je wil ook niet meer leed, onnodig leed toevoegen. Nee. Leed met mate. Leed met mate. Daar in de hoek. Ik zie twee handen. Ja, ook. Ja. Geef maar even door. Hoe voorkom je dan dat mensen... Want als je dat wilt doen en succesvol wil laten zijn... dan moet je die profielen ook... moet je er ook transparant over zijn, denk ik. Want anders krijg je daarvoor geen draagvlak bij de samenleving. Mm-hmm. Maar dan kunnen mensen het ook gaan manipuleren. Oké, maar gesteld dat je dat heel keurig kan doen en transparant. Laten we zeggen, dat gaan we oplossen. Ja, precies. Maar stel, ik ben verdachte. Mm-hmm. En ik weet, als ik in dat profiel pas... krijg ik een ander soort straf dan als ik in dat profiel pas. Ja. Dus zorg ik dat de beeldvorming over mij zodanig is... dat u denkt dat ik in dat profiel pas. Ja, ja. De rechter is te manipuleren. Ja. Maar de data zijn natuurlijk zo interessant. Ik heb me door een datawetenschapper laten vertellen... dat 85% van alle data zijn niet uniek. En dat betekent, als je dat dus gebruikt... dat het bijna zich altijd uitzuivert... en je kan wel proberen te manipuleren... Ja. Maar uiteindelijk krijg je toch het goede beeld. Ik zeg niet dat het zo is, als het proces wel lang genoeg duurt. Ja. Ja. Okay. Ja. Als ik slachtoffer ben van ernstig geweldsmisdrijf... kan het helemaal niet schelen hoe het verdachte wordt gestraft. Ik wil gewoon dat hij zo lang mogelijk achter de tralies verdwijnt. Ik heb maar geen boodschap aan resocialisatie, denk ik dan. Ja, maar dat is overigens de vraag, hè? Of slachtoffers per se zo denken. Ik zou daar Rosa graag over willen horen. Ja. Ja. Maar die is nog aan nadenken, zie je. Ja. Ja. Ja, maar eerst even Roos, voordat de OM komt. Is interessant natuurlijk. De slachtoffer zou misschien ook meer tevreden kunnen zijn... omdat er een passender straf komt. Die niet direct tegemoet komt aan het gevoel van genoegdoening altijd. Dicht op slachtoffers werken merk ik gewoon dat zij gewoon maatwerk willen. Weet je? Dat je geen slachtoffer kunt vergelijken. En dat ook zeker niet iedereen tevreden is als ze heel zwaar gestraft wordt. Precies. Er zijn echt wel hele verschillen. Maar mag ik gelijk Pieter een vraag stellen? Want wij doen dit voor slachtoffers, wat Pieter voorstelt. Ja. Maar wij merken dat als je de informatie niet hebt voordat iemand slachtoffer wordt... dat het helemaal geen interessante informatie is. Dus dan zouden we eigenlijk heel Nederland gewoon consequent moeten scannen vanaf de geboorte. Ja, wat voor type slachtoffer ben jij bij geboorte? Dat is toekomst. Maar dat is wel interessant, want het is die gedachte is bij mij opgekomen... dat ik bij Slachtoffer op Nederland heb gekeken... en dat daar inderdaad voor type slachtoffers gewoon profielen zijn. Bijvoorbeeld de man die een knal voor zijn kop krijgt in het café... die heeft bloed op zijn jas. Je denkt van nou, het was inderdaad even niet mooi... maar ik wil wel naar de stomerij de kosten vergoed hebben. En verder... vind ik het allemaal niet interessant. Tot aan een zeer getraumatiseerde zedenslachtoffer... wat alle behandeling en begeleiding nodig heeft om zeg maar, in het spoor te komen. Het is een beetje dat soort profielen zijn bij jullie gemaakt. Hè? Ja. Genuanceerder, hè? Tuurlijk, maar het is voor het gesprek hier. Oké, dat was daar. Doelt u dus op kunstmatige intelligentie binnen de rechtspraak? Want u spreekt nu over een potje, maar wie stelt het potje vast en hoe? Nou, hoe kijkt u naar? Dat zijn de grote vragen, want dit zal inderdaad met kunstmatige intelligentie zal dit gaan plaatsvinden als je dit zou gaan doen. En één ding weet ik wel, dat zijn algoritmes of anderszins. Kijk, wat een rechter doet, wat mij onderscheidt van een gewone burger die niet is opgeleid. Als jij een beslissing zou nemen over een zaak, dan zal je ongeveer misschien een even goede of even slechte beslissing nemen als ik. Het enige wat ik heb geleerd is het heel goed kunnen uitleggen waarom ik doe wat ik doe. En als je een algoritme laat werken in een beslissing, dan is dat meestal een black box. Want je weet niet wat die voor een bewerking heeft. En nou is er wel een serieuze tak van sport in de wetenschap. Daar is mevrouw Suzanne Wachter in Londen heel erg mee bezig. Die praat over de algoritmes en het recht. En daar praat je dan over explainability. Dus dat het continu dat een algoritme, als je die in dit soort situaties wil gebruiken, moet volkomen uit te leggen zijn wat hij doet. Ja. En menselijk blijft. Want er is onderzoek naar gedaan en dan blijkt dat toch best wel discriminerend meestal werkt. Ja. Zeker, want het is uiteindelijk het intrainen van zo'n model, want daar gaat het dan over. Ja. Daar zit wel vaak de bias op, dat je daar, dat daar iets gaat gebeuren. Dat er iets discriminatoirs in sluit of iets anders. Dat kan. Okay. Is dat voor u een reden om er helemaal niet aan te beginnen? Nee, juist wel. Maar ik ben benieuwd wat dan de toekomstvisie is. Zou het zo ver ontwikkeld kunnen worden dat jullie kunnen samenwerken met robots? Nou ja, dat is wel, uiteindelijk is dat wel een gedachte die ik heb.
We zijn nu heel simpel bezig in de rechtspraak met papier digitaal maken. Dus dat is gewoon wat geschreven is. Lopen een beetje dat is op een beeldscherm uitzien. Oké, ik ga sneller. Okay. Ik zei je loopt als je nog van papier naar digitaal bezig bent. Dat bedoel ik. Je moet opschieten. Weet je. We zijn nog prima op schema. Ja. Maar kijk, dat is eigenlijk de truc wat we nu uithalen. Is dat we hebben een postkoets met paarden. En die paarden hebben we nu ongeveer afgekoppeld. Maar het is nog steeds dat papier. Maar uiteindelijk zijn die data zijn beschikbaar. En dan gaat het pas echt beginnen van hoe kan je die data laten werken. Nou, mijn gedachte is dat je uiteindelijk zal je een situatie krijgen waarbij de mens samenwerkt met een technologische entiteit. En in die samenwerking dat ze tot beslissingen komen. En zeer mogelijk ook sneller. Hè? Maar er is tegelijkertijd wel de vraag van wat kan je nou aan zo'n technologische entiteit overlaten en wat is van de mens? Nou, en daar heb ik wel eerder iets over gezegd in een interviewtje. Heb ik gezegd van, nou ja, er zijn uiteindelijk zijn er competenties die onvervreembaar van de mens zijn, die je dus niet aan de machine, vooralsnog niet aan de machine kan overlaten. Dat is ook wat? Ethiek. Nou ja, omgaan met dilemma's. Hè? Je ziet het nu al zelfsturende auto's. Okay. Laat die maar eens kiezen tussen een oud vrouwtje wat oversteekt en een moeder met een kinderwagen. Dat gaat niet goed, die gaat rechtdoor en hij schept ze allebei, om het zo maar te zeggen. Maar denk ook aan invoelend vermogen, inlevend vermogen. Hè, op een zitting, als ik een straf opleg, hè, dan gaat het niet zozeer over die hoogte van die straf. Dat klinkt misschien raar, maar het is veel meer voor een verdachte, ben ik gehoord. Heb ik mijn verhaal kunnen doen? Heeft die man, kent hij die daar nu zit, die over mij gaat beslissen, kent hij die zaak? Al dat soort zaken, dat gaat over procedurele rechtvaardigheid en bejegening en dat soort kwesties. Nou, en die onderdelen, hè, die zijn heel belangrijk. En die zullen vooralsnog ook belangrijk blijven. Oké, prima. Maarten wil zeggen, en de rechtercommissaris ook. Misschien eerst de rechtercommissaris. Ja. Ik doe ook vrij veel politierechterzittingen. Dus veel kleine zaakjes, een klap, een winkeldiefstal, een keertje schelden. Ik zou heel graag willen weten hoe het met verdachten afloopt daarna. En degene die ik terugzie, dat zijn juist de recidivisten. Dan denk je, nou, bent u er weer, we kennen elkaar. Ja, hoe is het nou? Nou, niet zo goed. Ja. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. Ja. Maar het idee dat ik de straf aanpas aan het profiel, dat zie ik helemaal niks in. Hoe zou je het dan doen? Want het profiel, want het gaat dus blijkbaar om kans op herhaling, recidivekans. Ja. Nou, ik kan een heleboel factoren verzinnen die over het geheel genomen, dus statistisch, van grote invloed zijn op je kans op recidive, de buurt waar je uitkomt, de sociale klasse. En ik denk niet dat je die dingen bij je straf wil betrekken. Mm-hmm. Ik vertik het om iemand in een ander profiel zit, die dan een zwaardere straf te geven. Ja. Terwijl ik ben juist heel erg bezig met zeker dat soort zaakjes, zonder slachtoffers, om te straffen zonder al te veel schade te doen. Dus juist wel kijken. Maar het kost wel heel veel tijd, hè? Ja. Maar het interessante is, hè? Veel tijd. Collega, het is interessant dat je dat zegt, hè? Maar weet wel dat in het kinderstrafrecht, ik zit ook als kinderrechter, daar gaat het in de eerste plaats niet om die vergelding, maar het gaat erover, er is iets met dat kind aan de hand en hij moet uiteindelijk weer in het spoor komen. En daar zie je dat echt de strafmaten, nou het kan van een dag tot aan 2 jaar gaan, zeg maar in gevangenisstraf. Het kan van een pijmaatregel, zeg maar jeugd-TBS, tot aan zeg maar een sofa-training, sociale vaardigheden-training. Dat is een enorm arsenaal met tal van verschillende vormen van impact. Okay. En daarbij is iedere keer aan het zoeken van wat gaat werken bij dit kind. Oké. Die snap ik. Dat maatwerk zit er echt in. Ja. Je wil kort reageren op de rechtercommissaris? En dan kom ik bij de Maarten. Kijk, wat ik wel heel mooi vind aan jouw verhaal is van dat je met ook dat recidieve verhaal, hè, dat je veel meer gaat staan voor veiligheid in de samenleving. Mm-hmm. En daar wil ik even op reageren voor jou. Hè, dat je zegt van, ik wil eigenlijk zo weinig mogelijk eigenlijk weten en zo weinig mogelijk schade berokkenen. Ik wil de rest van weten, maar ik ga niet zwaarder straffen omdat het bij die kans geldt. Nou, en dat is nou precies wat ik nou eigenlijk vind. Hè, van, moeten we niet veel meer ook het veiligheidsvraagstuk van de samenleving ook in de rechtspraak zeg maar, tot uiting brengen? Okay. En dat zie je dus in allerlei zaken hè, de afgelopen tijd ook naar voren komen. Dat ik zoiets heb van, als iemand eenmaal iets fout heeft gedaan, hè, kun je dan niet met maatregelen, hè, in jouw casus, Maarten, hè, zou ik zeggen, nou,
Waarom geven niet de financiële enkelband aan deze twee intellectuele daders van 5 jaar? Ze mogen 5 jaar lang geen financiële transacties doen over de hele wereld. Er is een systeem voor, toch? Dus als maatregel ter voorkoming van dat het nog een keer fout gaat. Kijk, ja. En dat is wat ik eigenlijk gewoon mis. Hè? Dat we veel meer in de zaak zitten. En dat vind ik en wel en een mooie poging die je doet. Dat je zeg maar, de persoon van de verdachte... En hoe zorgen we ervoor dat het in de samenleving veilig wordt? Hè? Dat we eigenlijk dat veel meer tot uitdrukking kunnen laten komen in maatregelen en volgens... Ja. Maar dat vraag ik me altijd af. Hè? Want ik denk dat wij even een lans breken voor onszelf als rechtspraak. Hè? Wij zijn natuurlijk heel erg bezig met die veiligheid. Want kijk, neem bijvoorbeeld toen ik begon als rechter. Dat is 1998... Amsterdam, de snelrechtszitting, daar kon je lekker mee beginnen. Allemaal verdachten die vastzitten, 10 per ochtend. En dat was alleen maar gewoon de gejatte autoradio's, de winkel. Dat waren de draaideurcriminelen, gewoon verslaafden. Die pakt hij op, kreeg 2 weken zitten. Nou, dan kwamen ze weer los, kwamen ze weer. En dan was u bent er weer. Veiligheid, en uiteindelijk werd de ISD-maatregel werd ingevoerd. Hè? Dat is voor stelselmatige daders. En moet je eens kijken, hoeveel in jouw praktijk, hè, als officier, hoeveel kom je ze nog tegen, de verslaafde crimineel? Die telkens maar dingen uithaalt. Binnen no time zit ze gewoon in een regime en worden ze begeleid. Niet alleen maar om ze van de straat te houden, maar ook om te laten resocialiseren. Maar je ziet dat daar, dat veiligheidsdenken is ook wel in het recht, heeft ook wel opgeld gekregen. Dus, want recidieven beperken is werken aan veiligheid. Hè? Om het zo maar te zeggen. Dus je bent best tevreden over de veiligheid. Ik denk dat we best bewust zijn van die veiligheid. Ja. Maarten. Soms neig ik hem overal op te reageren. Met veiligheid te beginnen. Kijk, we moeten ook niet al te optimistisch zijn. Hè? Zo'n financiële enkelband is leuk. Hè? Maar deze gasten die liepen gewoon met contant geld te slepen. Dus dan ga je met zo'n financiële enkelband niet tegenhouden. En dan gaat hij gewoon weer doen. En als hij geen bankrekening mag hebben. Hij gaat misschien wel in cocaïne of in iets anders handelen. Hè? Dus veiligheid op die manier beperken is beperkt. Waar ik eigenlijk op terug wou komen daarnet. Want ik was het heel erg eens met mijn collega. In het begin hadden we het over de strafdoelen van het strafrecht. En nu lijkt het wel heel erg op speciale preventie gericht. Wat is goed voor deze verdachte? Maar we hebben natuurlijk meer doelen. Hè? Wat is goed voor deze verdachte om recidieven te voorkomen? We hebben ook de algemene preventie. Hoe weerhouden we anderen van het plegen van strafbare feiten? En of het leuk vinden of niet. Vergelding is een belangrijk thema in het strafrecht. En natuurlijk zijn alle slachtoffers verschillend. Maar als mooi voorbeeld vind ik altijd wel de 6 WVW-zaken. We hadden afgesproken geen artikelen. Maar dood door schuld in het verkeer. En er zijn het afgelopen jaren veel zaken in die de media hebben gehaald, waarin slachtoffers gewoon totaal onacceptabel vinden dat hun zoon is doodgereden en wegkomen met een taakstraf. Opsluiten heeft geen zin. Dus in al die 6 WVW-zaken kan ik bijna met mijn hand op mijn hart wel zeggen dat opsluiten niet de meest voor de hand liggende optie is in dat profiel. Want dat is niet het beste voor die verdachten, wat over het algemeen burgers zijn met een baan en gewoon eens een keer een verkeersongeval veroorzaken. Maar de stoelen gaan door de rechtszaal heen, omdat mijn zoon dood is en ik wil dat hij 3 jaar wordt opgesloten. Mm-hmm. En dat vond ik een beetje het nadeel. Dit lijkt heel erg gefocust op speciale preventie, waarbij we de generale preventie en de vergelding toch wel uit het oog verliezen. Ja, kijk, ik denk dat dat belangrijk is. 1 stelregel die ik heb voor de strafrechter is: als ik het goed doe, doe ik het voor niemand niet goed. En dat is eigenlijk feitelijk altijd de belangenafweging die je maakt. Want op het moment dat ik tegemoet zou komen aan de vergeldingsdrang of zeg maar de rancune van nabestaanden of slachtoffers, dan weet ik dat ik een draconische straf zou opleggen op die verdachte die ook zijn rechten heeft. En tegelijkertijd weet ik, als ik een straf opleg die passend is, hè, die inderdaad beschaafd is, die in verhouding tot dat gebeurt, kan het zijn dat ik de frustratie, hè, daar stel ik die nabestaanden niet mee tevreden, om het zo maar te zeggen. Dus het is iedere keer schipperen. He, tussen dit soort belangen. Want we hadden elkaar inderdaad kort tevoren even gesproken. Je zei net ook, het is eigenlijk niet zo, maakt niet zoveel uit wat voor straf ik opleg. Ja. En waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk dat ons hele systeem wel een draagvlak in de samenleving moet hebben. En op het moment dat de nabestaanden in dit geval op een gegeven moment het systeem niet meer accepteren, dan glijd je gewoon heel erg snel af. Jullie hebben elkaar nu gevonden, maar dat is niet de bedoeling van deze avond. Zijn er mensen die zeggen, nou, als het gaat om sneller, strenger of anders straf, heb ik eigenlijk wel een vraag aan de rechter. He, want ja, hij staat kans, er. Mag alles weten. Mag alles weten. Gaat het inderdaad nou in onder rechters zoals ze dat misschien zouden wensen? Want jullie zijn ook wel eens overbelast en die klagen ook wel eens. Maar heb je gelukkig nog niet over gehoord, over capaciteitsproblemen? Of bent u in het algemeen wel een beetje tevreden? Of juist niet? Ja.
Nou, wat ik zelf wel graag wil weten, ik heb vaak het gevoel dat heel veel al beslist is voor dat de zitting vaak voor de bühne is. Ah, dat is het. Toneelstukken. Ja, ja. Dat er eigenlijk al heel veel al vaststaat. Ook natuurlijk omdat het OM niet ermee doorgaat als ze niet het idee hebben dat ze een grote kans van slagen hebben. Dus in hoeverre heeft die zitting eigenlijk nog... Ik snap dat het voor de verdachte goed is om het idee te krijgen dat hij gehoord is. Maar is dat ook echt zo? Of nou, hoe zit dat? Laat ik dit zeggen. Zijn er meer mensen die zo denken? Valt mee. Nou, maar ze zeggen het niet hardop. Ja. Ik heb vrijdagochtend een politierechterzitting. Er staan 8 zaken op. Ik heb ze nu nog niet gelezen. Morgen ga ik ze lezen. En wat ik dan doe, dat is het enige wat ik wel van tevoren bekijk, is van ik heb een telastlegging, dat is zeg maar de beschuldiging. Dat is een soort hypothese van wat iemand heeft gedaan. En ik ga wel kijken van, nou, is het de bewijsmiddelen in dat dossier, zijn die dekkend op die telastlegging? Dat is in ieder geval wat ik kijk of dat technische bewijs of dat erin zit. Vervolgens kijk ik ook wel eens even aan van, nou, wat doe ik gemiddeld in dit soort zaken? Kijk eens even naar de oriëntatiepunten, dat ik die bandbreedte even voor mezelf aangeef. Maar dat is het ongeveer. Dan ga ik die zitting in en dan is het gewoon, dan hoor ik inderdaad de voordracht van de officier. Ik ga met die persoon in gesprek en ik hoor op een gegeven moment een eis van de officier. Er is een advocaat die een verhaal houdt. En ik, op een gegeven moment is het gewoon het laatste woord gegeven en ik neem die beslissing. Dus ik heb het gevoel niet dat ik nou... van tevoren al denk, ja. Dit is wat ik ik heb het al gezien en klaar en ik ga een toneelstukje spelen. Want het enige wat voor mij belangrijk is als rechter, als ik daar in een zittingszaal zit, is voor mij altijd de vraag, hoe kan ik, hoe klein die zaak ook is, hoe kan ik hier het verschil maken? Wat kan ik hier nu doen dat er iets gebeurt met die persoon die tegenover zit, of met een nabestaande of een slachtoffer, ja, dat dit zin heeft gehad? Oké, ik zag ze wat smoesen bij je slachtoffer op. Wat wilde je zeggen? Een goede rechter, maar zijn ze allemaal zo? Nee, ze zijn niet allemaal zo, zeg je. Het was een grapje. Ik zei, het is een goede rechter met een slachtoffer. En wordt geen rekening gehouden. Dus ik zei, dat betreurig. Zijn er slachtoffers die zeggen, nou, als het gaat om de rechters in Nederland, dan zouden ze ook wel eens een keertje het een beetje anders mogen aanpakken. Weet je, slachtoffers vinden gewoon een hoop. Ik denk dat ook heel veel slachtoffers heel tevreden zijn. De Raad voor de Rechtspraak heeft zelf onderzoek gedaan daarna. Daar blijkt best wel een grote tevredenheid. Okay. Ik denk de grote ontevredenheid bij slachtoffers zit er met name in, en trouwens ook bij nabestaanden, dat ze slechte informatie krijgen. Altijd te laat. Heel vaak fout. Maarten noemt toevallig een prachtig voorbeeld. Zo'n dodelijk ongeval. Dan zeggen slachtoffers bij ons, of tenminste de nabestaanden dan in dat geval, die zeggen, goh, we hebben gewoon 1,5 jaar niks gehoord. Ja. En dat komt net iets te veel voor. Dus ik denk van, ook daar speelt natuurlijk, weet je wel, de meeste nabestaanden en slachtoffers zeggen, we hebben een officier en een rechter, wij hoeven niet over die straf te gaan. Dat is ons vak niet. Okay, maar wij willen wel andere soorten gerechtvaardigheid. En daar zouden we wel hele grote stappen voorwaarts kunnen maken. Okay. Ik zie nog één vraag voor de rechter en dan gaan we naar de advocaten. Ja, die ook nog. Maakt het nou uit voor de snelheid waarmee zo'n proces gaat? Wat ook, zeg maar, want ik kan me voorstellen dat bij zo'n verkeersongevalzaak de dader ook een heel sterk belang erbij heeft om het allemaal maar snel gehad te hebben. Ook omdat je daarmee zit, je voelt volging, nou, dat soort dingen. Maakt het belang dat de dader heeft heel veel uit voor de snelheid van de zaak? Hele goede vraag. Dat is een goede vraag. En al even kijken even naar die verkeerszaken waar je het dan over hebt. In algemene zin of in die verkeerszaken? Wat je gaf dat voorbeeld. Ja. Kijk, wat we op dit moment in de weer een soort een jeukwoord, maar de strafrechtketen, dat is zeg maar de hele samenwerking van politie, OM, ZM. Daar hebben we op dit moment met elkaar besloten dat we in 7 stromen, dat we die doorlooptijden aanpakken. En daar is bijvoorbeeld artikel 6 WVW, dat is zeg maar dat doodschuldend verkeer, is een van die stromen waarvan we met elkaar hebben gezegd, dat duurt vaak te lang, dat moet sneller. Dus dat is in ieder geval wel iets waarvan het belang wordt onderkend. Niet alleen maar voor de nabestaanden, maar ook vaak voor die verdachten. Want ik kan je één ding zeggen, als je op zo'n zitting staat, met zo'n 6 WVW-zaak, het zijn allemaal slachtoffers.
Want het is een dood door schuld. Vaak zit er een gebroken mens voor je. Mijn laatste zaak was een vrouw in een rolstoel. Die was in coma geraakt, 4 weken lang in coma. Ze weet echt niet wat er gebeurd is. We hebben er wel veroordeeld. Dus dat soort zaken, het belang dat er snel duidelijkheid komt, is heel groot. En zo zijn er ook bijvoorbeeld bij zedenzaken, is ook zo'n typisch voorbeeld waar mensen ook snel verder moeten kunnen gaan. Dus dat wordt wel onderkend. Dat je daarin, maar dan met name ook voor slachtoffers, kijkt van, wees er nou snel mee. Ja. Oké. Dankjewel, Pieter. Yes. Je gaat even stoelruilen met de advocaat, als je dat goed vindt. Ja. Dat gebeurt niet vaak. Maar ja, even... Zeg het eens. Ja, Joren Veldheer. Zeg even, jij bent ook van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten, ja, volgens mij. Ja, klopt. Specialisatievereniging inderdaad. Precies, en, je spreekt namens heel veel advocaten. Ja, maar ik weet niet of dit voorstel... Voordat ik even aan je voorstel ga, eigenlijk valt het met jou niet te praten over sneller en strenger straffen eigenlijk. Nee, daar ben ik niet zo'n voorstander. Nee. Nee, dat is onzin. Kijk, ik denk dat het een beetje een vooronderstelling is dat advocaten denken dat het allemaal lang moet duren. Dat we elke getuige in Turkije en Timbuktu allemaal willen gaan horen. Ik denk dat dat een soort vooroordeel is van advocaten. Ik denk dat we zeker een belang daarbij hebben, hoor, soms. Zeker, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Maar ik denk zeker dat er ook een taak bij ons als advocaat is om onze cliënten zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. En ook een goed onderbouwd getuigenverzoek te doen. Ook als dat in belang van... Ja, maar ik hoor je nog steeds redeneren vanuit het cliëntbelang. En niet zoals zeker bij het OM en... Zeker. De rechter, dat ze een beetje vanuit een breder maatschappelijk belang praten. Nee, maar dat belang dienen wij niet, simpel gezegd. Dat is ook, valt niet over te praten. Nee. Oké. Dan ben ik wel benieuwd naar je plan voor anders straf. Nou ja, mijn plan is eigenlijk meer... Ja. Dat zit niet zozeer op de rechtspraak. We hadden het er net al een beetje over die recidivecijfers en over herhaling. We zien de draaideur crimineel van we geven 2 weken. En rechters horen die feedback niet van wat gaat er... Wij krijgen die feedback vaak wel. Tenminste, soms. Soms zien we ze nooit meer en dan gaat het hopelijk goed. Maar we zien soms wel die feedback. Namelijk, dan worden ze weer opgepakt, weer winkeldiefstal. Krijgen ze weer 2 weken, misschien dan 4 weken. Vervolgens komen ze weer terug, krijgen ze 5 weken, komen ze weer terug. Blijven verslaafd. Er wordt niks aangepakt. Mijn voorstel is dan, wat dat betreft, en dat is niet zozeer een advocatenvoorstel, maar meer een maatschappelijk breed voorstel, is namelijk dat de gevangenisstraffen inhoudelijk moeten worden veranderd. En wel naar een Noors model. En in Noorwegen bestaat er een heel ander type gevangenisstraf. Er bestaan nog steeds gevangenisstraffen, maar die worden meer gezien als een soort opvoedkampen, opvoedcentra. Dus een eiland in Bastooi is dat. Dat is een heel eiland vol met gedetineerden. Gezellig. En die zitten, ja, heel gezellig. Nou, oprecht, dat is heel gezellig. Ze mogen een duik nemen. Ze mogen soms ook met de ferry naar de overkant. Er was een documentaire geweest van een Engelse en Britse journalist. En die kreeg ook koffie aangeboden. Wil je mijn cel zien? Hier woon ik. Vraag is natuurlijk, joh, als je met die ferry naar de overkant gaat, heb je dan niet een eigen om weg te gaan? Antwoord uit, nee, natuurlijk niet. Het is toch prima hier. Dat is eigenlijk hoe het daar ging. Ja. Ik hoor wat geroezemoes. Dat heeft niks te maken met vergelding uiteraard. Want iedereen denkt van, joh, het mag geen hotel zijn. Dat is een beetje de standaard riedel wat je vaak in de Telegraaf met grote koppen. Schandalig taakstraf, schandalig. 24 jaar in plaats van 25 jaar. Maar ik denk dat er ook een ander belangrijk onderdeel ten aanzien van de gevangenisstraffen naar voren moet worden gebracht. En dat hoor ik eigenlijk nooit, zeker niet vanuit de politiek. En ik denk dat, omdat het gewoon simpel gezegd niet verkoopt. Niemand snapt dat. Mm-hmm. Maar ik denk dat de hele maatschappij gebaat erbij is dat een gevangenisstraf als insteek moet hebben. Dat iedereen naar buiten gaat. Als ware het dat het iedereens buurman moet kunnen zijn. Dat is namelijk letterlijk de insteek van het Noorse model. Zij vinden dat iedereen die naar binnen gaat, die moet iemands buurman kunnen zijn. En hoe ziet zo'n als buurman eruit? Als hij eruit komt, moet hij gewoon een goede buurman kunnen zijn. Ja. Dus mijn stelling is dan geen gevangenisstraf, maar opvoedcentra, opvoedkamp, zoals in het Noorse model. Ja. Ik wil ook wel een voorbeeld geven van mijn praktijk bijvoorbeeld. En ik meen dat ik een van deze officieren ook op zitting had bij deze meneer. Mijn cliënt die komt uit Oost-Europa, is heroïne verslaafd, heeft geen enkele officiële documenten, die heeft hij namelijk kwijtgeraakt, is dakloos in Nederland, is hier al bijna 7 jaar, is inmiddels al 10 keer denk ik bijna veroordeeld voor winkeldiefstal. Wat is het feit? Hij heeft geen documenten, hij kan geen werk krijgen, hij is geen Nederlander, heeft dus geen documenten, kan niet werken, heeft geen uitkering. Maar is wel heroïne verslaafd. Heeft dus geld nodig überhaupt voor zijn verslaving. Heeft geld nodig om zijn officiële documenten te krijgen. Dus gaat hij stelen, want hij ziet geen andere mogelijkheid. Geen enkele instantie hier in Amsterdam neemt hem aan. Geen officiële documenten, geen Nederlander. Krijgt continu gevangenisstraffen. In en uit.
gebeurt helemaal niks. En elke keer sta ik met hem op zitting. Elke keer leg ik het uit, vicieuze cirkel, gebeurt niks. En de rechter zegt, ja, ik kan ook niks. Ik geef u een gevangenisstraf, dat meer kan ik niet bieden. En ik kom weer terug over een paar weken. Je hebt niet gezegd, je kan van mij wat geld lenen. Nee. Nee. Okay. Dat is de maatschappelijke oplossing, hè? Ja. Maar je zegt, de oplossing is via het Noorse model. Want er zijn veel van dit soort gevallen. Ja, nou ja, wat mij betreft zou zo'n Noors model, dat is echt de insteek. Maar je wilt weten hoe de samenleving erover denkt, want in Den Haag valt er niet over te praten, begrijp ik. Nee, helaas niet. Nou, valt er maar nu over te praten, mevrouw. Goed idee. Er komt even een microfoon, want we willen ook even weten waarom het eigenlijk een goed idee is. Hier zijn er ook wel meningen, kom zo bij jullie. Ja, zeg maar. Volgens mij is het een bekend gegeven dat niemand beter de bak uitkomt. Volgens mij zijn mijn buurvrouw het ook al. Dan dat hij erin gaat. En het verveling, wat dan ook. Volgens mij is dat voor niemand goed. Nee, je vraagt waarom overwegen ze het nog? Anderen, ja. Ik vind het ook een heel goed idee. Vooral vanwege het voorbeeld wat je gaf. Want daar kan je heel erg afvragen in hoeverre iemand een vrije wil heeft in dat soort dingen. Hè? Die man heeft eigenlijk bijna geen andere opties. En ik denk dat je dat bij heel veel andere zaken ook op die manier kan beredeneren. Dat het gedragsrepertoire gewoon te beperkt is. En dat het daaruit komt. En dan denk ik dat het heel fijn zou zijn als we het zien als je hebt een fysiek probleem. Dus je gaat naar de dokter, daar word je geholpen. Je hebt een mentaal probleem, dus je gaat naar de psycholoog. Ja. Blijkbaar is er ergens maatschappelijk iets verkeerd gegaan. Dus je gaat inderdaad naar de gevangenis. Okay. Dus zoiets als vergelding speelt helemaal geen rol in dit geval. Want daar is die. Ja. Nee. Ja, mevrouw, kom eerst even. Ja. Dat je kan beredeneren dat het aantal recidieven significant afneemt, dan is dat toch ook een vorm van vergelding. Uiteraard. Dan doet dat ook wat met je gevoel van onrecht of recht. Dat, ja. Nee. Ja. Het ging ook niet mij, maar ik dacht, ik schud een paar mensen wakker, maar die komen zo. Ja. Ik moet zeggen dat ik het ook wel een veilig voorbeeld vind. Dus ik kan het hier bijna niet mee eens zijn. Maar hierbij is het strafbare feit een winkeldiefstal. Ja. En wat als het bijvoorbeeld een seksueel misdrijf is, dan vind ik het alweer heel anders. Eigenlijk. We hadden het natuurlijk net, ik heb het gesuggereerd met name vanwege die sociale problemen die hij heeft en de onmacht eigenlijk die er is, die vicieuze cirkel. In Noorwegen is het zo dat ook zedenfeiten, ook moorden in hetzelfde regime passen. Dat betekent niet dat ze dan 2 weken vastzitten, uiteraard. Maar het betekent wel dat stel iemand krijgt 20 jaar of 28 jaar, dat er in die 28 jaar wel zo wordt gezorgd dat die mensen komen vrij. Ook zedendelinquenten komen ook vrij. Okay. En al dan niet met TBS uiteraard. Nou, daar werkt het al sowieso zo dat er daar een beoordeling moet worden gevolgd of iemand kan resocialiseren. Maar in de gevangenis gebeurt het amper in Nederland. En dat is een groot probleem, vind ik. Ja, dus dat zou een enorme winst zijn als we daar iets aan deden. Maar het kan best wel radicaal, of niet? Ja. Ik wil graag twee dingen zeggen. Eerst iets heel zwart-wits en dan iets heel genuanceerds. Nou, goede volgorde. Omdat ik het namelijk een heel goed idee vind. Een heel goed idee vond. Tot het voorbeeld. En als ik denk alternatieven, dan denk ik uitzetten naar Noorwegen. Gevangenisstraf heeft natuurlijk geen zin. In heel veel gevallen. En we moeten nadenken over de manier waarop we als iemand opsluiten, vervolgens zodanig kunnen resocialiseren dat hij weer terugkeert. Dus daar is niemand het mee oneens. Nee. Vervolgvragen natuurlijk, hoe lang dan? Want als je deze man 4 weken in een Noors model opsluit, dan komt hij buiten en is hij gelijk weer verslaafd. Dus gaan we iemand voor een winkeldiefstal dan 2 jaar opsluiten? Heb je dat ervoor over? Heb je dat ervoor over? Ja. En dan... Het stuit me bijna tegen de borst, want ik ben geen telegraaflezer. Maar hier komt toch wel de vraag op, waarom gaat deze Oost-Europeaan niet gewoon terug? Ja. En om daar aan te proberen, waarom moeten wij als Nederlandse samenleving in dit geval opdraaien voor iemand die verslaafd is, daar misschien weinig aan kan doen, zijn documenten heeft kwijtgemaakt. Dat gaat een hoop geld kosten. En dan is hij na 2 jaar clean en mag hij dan blijven of gaat hij dan terug? OM eist uitlevering. Maar desondanks, het genuanceerde, het idee als basis vond ik goed. Daar is niet over. Ja. Die mevrouw. Ja, moet hij terug? Nou, graag, want ik vind wel een beetje bizar dat het hele idee, dat is iemand, omdat hij toevallig uit Oost-Europa komt, die, nou goed, als hij naar de methadonkliniek gaat, hoeveel kost hij ons dan? Niet zoveel als die witwassers. Dan denk ik, daar kunnen we op een andere manier beter besparen. Maar laat deze manier in godsnaam naar de methadonkliniek.
De rechtercommissaris. Ja, ja, we hadden het over dingen die werken eerder. En af en toe zie ik van die mensen die hebben een enorm gat in hun strafblad. En wat was dat dan? Dat was heroïneverstrekking. Dus dat werkt nou echt. Ja, die mensen hebben gewoon een leven. En die, als we gewoon de heroïne van de GGD krijgen, dat werkt als een malle. Dat terugkeer, dat kan je ook op de zitting krijgen. Als mensen terug willen, maar ze hebben geen papieren, dan vraag ik een officier, nou, kunt u misschien op de dag... Maar vind je dat echt een afdoende oplossing, of vind je dat gewoon een... Ja, nee, maar dan wordt er gewoon een bus geregeld. Dus, en dan zeg ik, nou goed, wanneer komt u dan vrij? En dan, een officier regelt dan iemand van veldwerk, en dan gaat hij op de bus. Deze meneer wil denk ik niet op de bus. Ja, als hij op de bus is, het zou te regelen. Veldwerk bellen. Hij wil op de bus. Nee, het wordt allemaal geregeld, dan hoef je niet eens papieren te hebben. Officier van justitie regelt het niet. Nou, want ik krijg dan ook foto's dat die mensen op de bus gezet worden. Zie ik zie wel met deze officier te regelen. Hier dan niet op de sparen. Tuurlijk. Nou, het feit dat naar mij als mogelijke officier werd geweest en ik echt niet aansla op deze zaak, wil wel zeggen hoeveel zaken dit zijn. Ja. Dit zijn echt heel veel mensen in Amsterdam met dit verhaal. Uh-huh. En er worden inderdaad bij gebrek aan beter wel bussen geregeld van ja, ga dan maar terug, want dat moet je hier. En uiteindelijk hebben wij de ISD, wat ik eigenlijk vergelijkbaar vind met wellicht een opvoedkamp. Want ik denk, hoe ga je in 2 weken iemand een goede buurman maken? Dus mijn vraag zou ook zijn, hoe lang zijn die straffen dan in Noorwegen waarin je iemand een goede buurman gaat maken? Ja. Nou ja, kijk, het wordt een beetje vastgehouden aan dit ene voorbeeld, hè? Maar ik heb het over gevangenisstraf breed, hè? Dus ik heb het niet alleen maar over deze specifieke casus. Uh-huh. Ik vind dat de algehele stelling is dat de gevangenisstraffen in Nederland, hoe lang die ook zijn, een andere insteek moeten hebben. En dat die insteek ook dat daar heel veel meer op moet worden ingezet. Want dat gebeurt nu eigenlijk amper. En dat zie ik in mijn eigen praktijk continu. Ja. Het is echt vastzitten, vervelen, vrijkomen, niks geregeld. Ja. Met 2 weken kom je natuurlijk niet, hè, qua behandeling of wat je hem ook verder aanbiedt. Mm-hmm. Maar dan hoef je die 2 weken niet uit te zitten. We gaan net zo lang door tot we, ik noem maar wat, 18 maanden spaarkaart elkaar hebben gespaard. En dan gaan we naar zo'n mooi eiland waar je iets leuks geleerd gaat worden. En waar je een goede buurman wordt. Ja. Zou kunnen, maar ik zie dat praktisch nog niet helemaal voor me. Dat er dan niks wordt, dat je dan niet gaat uitzitten die 2 weken. En die 4 weken ook niet gaat uitzitten. En dan de 8 maanden ook nog niet uit. Ja. Nee, zeker niet, zeker niet. Nou ja, kijk, als de officier van justitie daartoe bereid is, dat mensen hun straffen niet gaan uitzitten. Ja, die gaan uitzitten, maar het wordt uitgesteld. En in een alternatieve vorm. Ja, dus in die gedurende die tijd worden ze dan op zo'n... Ik moet met mijn collega in zijn. Met 2 weken bereik je niks. Dus... Nee, maar ik vind dat nog steeds. Want deze cliënt heeft 4 weken een keer vastgezeten. En dan zou je zeggen, 4 weken gebeurt er ook niks. Hij zou in principe, als de gevangenis hem daartoe zou helpen, zou hij in ieder geval zijn officiële documenten al kunnen krijgen. Dat is al stap 1. Want elke instelling, recursering, enforcer zegt allemaal, ja, we hebben niet eens documenten. Waar moeten we in godsnaam beginnen hiermee? Dus er kan zeker wel in korte termijn. Er is sprake van verslaving. En dat is bij heel veel van dit soort zaken. Mm-hmm. En die verslaving is volgens mij prioriteit 1. Zeker. Maar daar wordt ook niks aan gedaan. Hij krijgt methadon. Maar dan moeten we dus zeggen inderdaad, van dat is ook op een gegeven. Ik heb zelfs een keer namens deze cliënt gevraagd, geef hem nou niet 4 weken. Geef hem langer. Want als u hem 4 weken geeft, dan zit hij nog niet helemaal op 0,0 met methadon. En dan komt hij vrij en dan gebeurt er niks. Dus dat is zeker prioriteit nummer 1. Maar vervolgens probeer ik via de Jelinek dan te kijken, van kan die daar dan terecht? En iedereen zegt, nee, wij doen helemaal niks. Okay. Is het nou dader of een slachtoffer volgens u? Deze persoon. Goeie vraag. Of een dader of een slachtoffer? Oh, ja. Ja, ik denk dat in een heleboel gevallen daders en slachtoffers heel dicht bij elkaar zitten. Maar ik zit heel erg te denken van, ik ben het wel met mijn buurvrouw eens. Ik vind eigenlijk dat Noorse model, vind ik echt het ISD-model in Nederland. Want weet je, dit kun je op deze manier helemaal niet oplossen. Dus hier moet je in mijn beleving op een hele andere manier naar kijken. Ja, oké. Okay. Maar wel hulpverlening en dat geldt aan veel kanten. Ja, precies, precies. Ik weet niet of iedereen het ISD-model kent, maar ja. Ik heb deze documentaire ook gezien. Wat denk ik vooral gebeurde op dat eiland is dat die mensen wellicht voor het eerst in hun leven als een mens werden behandeld. Menselijk. Er werd toen ook een gevangene geïnterviewd. En die zei, mijn enige straf is eigenlijk dat ik mijn vrouw en kind niet zie. Ja. Maar verder mogen er wel messen in het huis bewaard worden. Maar dan ben ik benieuwd op het moment dat die mensen weer terugkomen, weer terug in de maatschappij.
hoe groot is de kans dat die weer als een mens worden behandeld en niet weer terugvallen in hoe zij eigenlijk op de eerste plaats daar terecht zijn gekomen? Dus ja. Ik weet niet of daar, u daar cijfers van heeft of weet of dit ook echt werkt op het moment dat ze weer terugkomen. Ja. De recidivecijfer in Noorwegen is de laagste ter wereld. Dat is 20%. Dus 20% van alle gevallen die vast heeft gezeten, valt weer terug. In Nederland is dat 45%. En ze hebben daar ook onderzoek naar gedaan. In Nederland noemen ze de WODC, die wetenschappelijk onderzoeksbureau, wat nogal ter discussie stond, maar goed. Die hebben dan 5 basiselementen en die zeiden, iemand moet een identiteitsbewijs hebben, werk, een inkomen, huisvesting, schulden en zorg. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan van, dat moet dan de insteek zijn in detentie om dat op te pakken. Want als dat geregeld is, en dat moet niet allemaal tegelijkertijd, maar met name die werk en inkomen en huisvesting is een van de grootste zorgfactoren, zeg maar. En dan ook bijna 50% van die nazorgkandidaten die ze hebben onderzocht, valt toch terug omdat het niet geregeld is, simpel gezegd, eigenlijk. Ja. Dus ja, de cijfers zijn wel in het voordeel van het Noorse model. Oké, maar de vraag is natuurlijk, hebben wij nou in Nederland de omstandigheden om het hier toe te passen of niet? Ja, want de winst ik denk duidelijk. Dat het heel erg een kwestie is van cultuur. Ja. Als je bij mijn cliënten zijn vaak, zeker de first offenders, zijn heel bang voor een VOG, verklaring omtrent gedrag. En dat is dan vaak een dooddoener op zitting. Zeggen ja, meneer de rechter, als u nu een taakstraf in plaats van een geldboete oplegt, dan gaat zo'n VOG-beoordelaar toch wel dat zwaarder meewegen. En of vaak zegt de officier, ja, maar dat valt wel mee, want het is een first offender en het wordt zo zwaar niet getild. Maar uiteindelijk heeft de politiek ervoor gekozen dat zelfs geseponeerde zaken ten nadele kunnen worden meegewogen. Dus ook zaken waar hij helemaal geen straf heeft gekregen, mogen worden meegenomen. Dus er wordt alleen maar strenger naar gekeken. En ik denk dat dat een slechte cultuur is. Ik denk dat mensen erop moeten vertrouwen. En terecht is dat vertrouwen er nu niet, want 45% valt terug. Maar als je daaraan gaat werken en als politiek dat ook uitdraagt, dat we vinden, er zit iemand vast. En het enige wat je al doet is zijn bewegingsvrijheid inperken. Dat is de straf. Ja. En dat, zo ziet Noorwegen dat ook. Maar verder hoe dat er wordt ingekleurd, ja, dat staat geheel vrij. Want de enige straf heeft hij al, want hij moet tussen die 4 muren blijven. Ja. U wil nog wat zeggen? Dan ga ik even naar de meneer de rechter ook. Ik ben helemaal voor zo'n model, dat sowieso. En ik denk dat het naar een profiel, wat eerder al was voorgesteld, dat het een heel goed model is. Want inderdaad, het is misschien iemand die maar een winkeldiefstal heeft gepleegd, maar het is structureel, dus dan maar langer vast en dan maar goed de maatschappij in. Maar wat ga je dan doen met iemand die een levenslange gevangenisstraf heeft? Komt dat nog voor? Hè? Ja, komt het tegenwoordig wat vaker. Ja. Dus kijk, dan is natuurlijk de vraag is, er is natuurlijk een nieuwe toetsmoment na 25 jaar, zeg ik even uit mijn hoofd, dat iemand weer terug kan resocialiseren en eventueel dus de maatschappij weer in zou kunnen. Dus het past daar wel in, maar het is er natuurlijk wel, en die zitten volgens mij, ik meen ook dat het in een aparte afdeling zitten, is dat natuurlijk een ander verhaal. Want het gaat natuurlijk om het resocialiseren en terugdingen van recidieven. Okay. Dus dat, ja. Okay. Goed, wanneer zijn we daar klaar voor dit Noorse model? Nou, dat is een goede vraag, want één aspect wat net even aan de orde kwam was van hoe zit het nou met vergelding? Hè? En ik ben in Noorwegen geweest, ik heb daar met Noorse rechters over de Breivik-zaak ook gesproken. En daar zie je dat die Breivik, die zal waarschijnlijk ook voorlopig niet en waarschijnlijk nooit meer vrijkomen, maar die zit toch in een regime, in een soort eigen appartement, waar die eigenlijk gewoon leeft met, zeg maar, altijd de mogelijkheid dat je terug zou kunnen keren. En op het moment dat je hem als een, zeg maar, helemaal opsluit achter tralies en totaal isoleert, kan dat andere gevolgen hebben. Dus daar zijn ze zelfs in zo'n zaak, zijn ze daar nog heel menselijk, om het zo maar te zeggen. Maar wat ik ook wil aangeven in het Noorse recht, we hadden het net over herstelrecht. Het Noorse rechtssysteem is een restauratief systeem. Het is alleen maar gericht op herstel. En dus niet retributief, dus niet op schuld en boete, hè, via een oud, nou ja, zeg maar, middeleeuws model waar wij feitelijk nog steeds in handelen. En wat je daar ziet ook met de slachtoffers. Je zag daar dat er waren zo'n 300 slachtoffers in dat Breivik-proces. Ze hebben allemaal hun rechten, volledige rechten om getuigen op te roepen. Om te zeggen wat ze van de zaak vinden. En dan zie je dat die hoge betrokkenheid van slachtoffers, zodat ze een soort controle hebben ook op wat daar gebeurt in dat proces, dat dat dus ook heel veel goed maakt. En dat dat waarschijnlijk ook die drang tot vergelding, dat die een stuk minder is. Omdat daar gewoon, ja, okay, het is een volwaardige procespartij
in het recht. Terwijl die bij ons inderdaad een beetje, hè, Rosa, wij vinden lange tijd vonden rechters, slachtoffers, maar een beetje ingewikkeld. Weet je? Die gaan emoties brengen en die gaan al praten over wat die andere heeft aangedaan, terwijl die nog niet veroordeeld is. Maar eigenlijk een volwassen rol van slachtoffers kan ook maken dat wij steeds beschaafder worden in ons recht en dat we dus meer naar dat restauratieve systeem zouden kunnen gaan. Dat even een aanvulling op het Noorse. Oké. Right. Ik zie twee mensen nog die willen reageren. Er lijkt draagvlak te ontstaan, maar het duurt nog een paar jaar. Dit. Ja. Ja, ik vind het een heel mooi streven van u om de resocialisatie voorop te stellen bijna. Tegelijkertijd zie je ook dat het politieke primaat op dit moment zo is dat bijvoorbeeld een Sander Dekker de voorwaardelijke invrijheidstelling wil gaan maximeren tot 2 jaar. Ik mocht het niet noemen van de gespreksleider. Omdat het niet naar de maatschappij uit te leggen is. Ja. Terwijl dat toch wel een heel belangrijk instituut is in de resocialisatie. En mijn vraag is eigenlijk, hoe heeft u erover nagedacht hoe dat draagvlak in de maatschappij kan groeien voor die resocialisatie? Okay. Hoe kunnen we de maatschappij ervan overtuigen dat die resocialisatie echt van groot belang is? Ja. Nou ja, allereerst wordt dit volgens mij gelivestreamd, dus ik hoop dat heel veel mensen kijken. Ik denk dat er te weinig wordt gezegd. Of het element wat hier een paar keer genoemd is, de maatschappelijke kosten van hoe het nu wordt aangepakt. Nee, zeker ook. Zeker, ik denk dat het heel erg verkoopbaar is, behalve dat het klimaat, en dat gaat als je kijkt naar de historie altijd een beetje zo, hè, gewoon vergelding tot heel erg, dat het echt resocialisatie moet zijn. Maar we zitten nu al heel lang in die vergeldingsdrang. En dat, je ziet ook in de politiek ook heel veel rechtspartijen en die gaan er niet aan. En ik denk dat het nog steeds van belang is, en daarom dat is ook een van de redenen dat ik deze stelling heb genomen, dat het goed uitgelegd moet worden door de mensen die het aandragen. En wij doen dat als NVSA ook. En dat doen we zeker ook in de VI, de voorwaardelijke invrijheidstelling discussie. Daar worden wij ook semi in betrokken. En we hebben daar ook al een standpunt over ingesteld. En dat heeft eigenlijk iedereen. Iedereen in de strafpraktijk is fel tegen het plan van Sander Dekker om te zeggen van, die zegt eigenlijk, de voorwaardelijke invrijheidstelling is gekoppeld aan dat 1/3, 2/3 verhaal, om maar zo te zeggen. En die zegt, dat is niet meer te verkopen. Wij vinden dat te verkopen moet zijn en dat hij het ook moet uitleggen waarom dat systeem zo is zoals het is. Okay. En als je nu zegt, als iemand bijvoorbeeld 28 jaar vastzit, hij komt pas na 26 jaar vrij, dan heeft de reclassering die toezicht daarop houdt, maar 2 jaar de tijd om iemand die al 26 jaar vastzit in een regime waar niks met hem wordt gedaan, niks wordt geregeld, te weinig wordt geregeld, dat blijkt uit de recidieve cijfers. Ja, dat is veel te kort. En dat is levensgevaarlijk, wordt zelfs door de RSJ gesteld. Oké, okay, prima. Dus jullie kunnen zo nog even napraten, maar je werkt aan draagvlak. Ja. Ik heb toch even nog een andere vraag. Het gaat voor mij even over het sneller. Want ik ben ook voorstander hiervan, deze andere manier. Aan het begin zei je, ja, maar ik ben helemaal geen voorstander van sneller. Maar dit anders straffen, dat moet toch ook gewoon sneller, of niet? Nou ja, ik maak een grapje dat ik tegen sneller was. Wij zitten zelf ook bij die doorlooptijden, wordt dat dan genoemd, in de strafrechtketen. Dat zijn allemaal verboden woorden. Maar goed, en daar worden wij gelukkig ook nu bij betrokken. Dan worden we vaak een beetje als een veronderstelling van, joh, die advocatuur die wil altijd zand in de motor gooien. En die wil altijd traineren. En dan zitten we daar eigenlijk altijd bij van, joh, dat hoeft helemaal niet wat ons betreft. Als wij ook in een vroeg stadium, het is een beetje een andere discussie hoor, maar als we ook in een vroeg stadium worden betrokken in de strafketen, als mijn cliënt wordt aangehouden bijvoorbeeld, als wij worden gebeld door een officier van justitie, goh, we willen bijvoorbeeld een geldboete, of we willen het zo doen, of we willen het zo doen, kunnen we daarmee elkaar de hand schudden, dan kan dat veel sneller. En daar zit zeker ruimte. En dat hebben we ook aangekaart. En dan worden we plotseling met glazen ogen aangekeken van, oh, zitten jullie er zo in? En tuurlijk is dat niet op elke zaak zo, maar als er, we hadden het er net over, een winkeldiefstal, camerabeelden, hij staat er volop, hij bekend, dat kan wat mij betreft via een strafbescherming zo worden afgekaart. Kijk, dat zijn mooie slotwoorden van de advocaat die ook sneller wil. Ook sneller, in sommige gevallen. Prima. We zijn ongeveer 9:30 stoppen, dat is bijna. Zijn er mensen die nog een brandende opmerking hebben? Die zeggen, ik ben vanavond gekomen, dit wilde ik echt kwijt. Ja, u was er eentje. Ja, ja. Nou, dat niet, dat laatste. Maar naar aanleiding van wat de rechter net zei, vroeg ik me af hoe u daarover denkt. Dat in Nederland zeggen rechters inderdaad vaak, als je slachtoffers al aan het woord laat, of zo'n grote rol geeft in het proces, en je weet nog niet of de verdachte wel of niet schuldig is. En dat gebeurt dus in het systeem wat u voorkeur heeft wel.
Hoe kijkt u er tegenaan als advocaat? Nou ja, ik vind, en dat is een persoonlijke titel, dat de rol van de slachtoffer, en er zal slachtoffer niet bij mij zijn dat ik dit ga zeggen, een beetje te groot wordt. En dat is met name gelet op dat punt. Het feit, mijn cliënt zit daar en die is onschuldig totdat de rechter zegt, u heeft het gedaan. En ik was ook heel benieuwd toen dat spreekrecht werd uitgebreid, hoe dat dan op zitting ging. En het viel mij anderszins mee. Er werden niet hele dubbele requisitoren, zeg maar, dubbele eisen van de officier. Van dat het slachtoffer zegt, ik wil dat hij 28 jaar cel krijgt. Maar ik vind wel dat er wel grenzen aan moeten worden gesteld. En als er geen grens aan moet worden gesteld, zou je met een dualistisch systeem moeten werken. Dan zou je eerst moeten kijken van, is iemand schuldig? En als dan de schuld vaststaat, het spreekrecht invoeren van, de schuld is vastgesteld, welke straf moet er dan volgen? Ja. Als ik de rechter goed begreep, dan is het de reden dat er in Noorwegen, of een van de redenen dat er in Noorwegen zoveel draagvlak voor is, voor het systeem zoals zij hanteren, is dat die slachtoffers een procesrol hebben, een volwaardige procesrol. Ja. Dus hoe kijkt u daar dan tegenaan? Nou ja, kijk, ik vind dat die twee verbanden. U heeft wel van het ene stukje uit Noorwegen en niet het andere stukje uit Noorwegen. Ja, precies. Ja. Nou ja, kijk, op zich hebben de slachtoffers hebben nu al een rol. En de vraag is dan of die rol dan nog verder moet worden uitgebreid, dat ze getuigen mogen gaan horen, et cetera. Ik denk dat zeker het systeem van Noorwegen goed genoeg is uit te leggen. Met name door het feit van, willen we iemand een straf geven en zorgen dat hij niet meer gaat doen? Om heel erg eerlijk gewoon zo te zeggen. Of willen we hem gewoon boete doen? En ik denk dat dat zowel aan slachtoffers als aan de maatschappij prima uit te leggen is. Maar dan moet het wel uitgelegd worden. En ik denk niet dat het komt als je slachtoffers ook nog eens de ruimte gaat geven om getuigen dan oproepen, dat daarmee het draagvlak voor zo'n invulling van een straf beter wordt. Ik denk dat herstelrecht daar zeker wel toe bijdraagt. En dat wordt al opgesteld ook. Maar ik denk niet dat daar dan het draagvlak uitkomt, meen ik. Oké. Okay. Het is altijd heel goed napraten bij de balie. Dus ik ga de advocaat en de rechter en de advocaat-generaal, de officier van justitie heel erg bedanken. Maar u vooral voor uw mooie, genuanceerde, constructieve bijdrage. Het was een mooie avond, denk ik. De aanstichter van deze serie is Wim van Amerang, onder andere. Ik hoop dat je ook een goed gevoel hebt. En we gaan nog eens wat nadrinken, onder andere. Dus iedereen hartelijk dank en applaus ook voor de gasten.